Wat gebeurt er? Wat? Wow! Alex! Ik kom eraan! Dennis! Oh nee, er moet er nog één! Wow. Kom! Alex! Alex, volg me! Deze kant op! Kom in! Ik moet zien te ontsnappen uit de best beveiligde gevangenis ooit! Het is een hele enge gevangenis en de enige manier om hier uit te komen is voor jou om op het duimpje omhoog te drukken! Ik heb hierbij nodig, dus klik op dat duimpje in 3, 2, 1, wow! Ik ben vriend! Nee, niet weer! Hoe ga ik hier ooit uit ontsnappen? Ik heb hulp nodig van iemand. Ik denk van mijn beste vriend Dennis! Klik op de abonneerknop en koop de merch op alexkleinshop.com! We beginnen de dag niet zo goed. Ik sta hier namelijk voor de deur van de gevangenis. In de vorige aflevering ben ik namelijk gearresteerd. Oh, maar wat moet ik hier allemaal doen? Kan dat wapen niet een keer weg? Ik word de hele tijd onder schot gehouden. Ik heb toch geen wapens meer bij me? Oh my god. Meekomen, meneer. Naar binnen komen. Ik kom al. Ik wil helemaal niet naar de gevangenis. Waarom moet ik naar de gevangenis? Lever uw spullen in, bij de balie. Oké, ik kom al. Wat moet je allemaal hebben dan? Ik wil graag uw hele pakje en alles uit uw inventory, meneer. Oké, alsjeblieft, die is voor u. Die, ik heb dit. Ik heb zoveel dingen bij me. Die ga ik bij me houden, denk ik. Ik heb torches voor u. Ik heb een stukje wol. Ik heb lekker wat te eten. Ik heb nog mooie schoentjes voor u. Sugar canes. Ik heb niet zoveel veel speciale dingen. Dat nog wel. En dat. Alsjeblieft, meneer. Dat was alles. Oké, meelopen. Oké. Als ik dit nu gewoon mee kan nemen. Naar binnen. Ja, ik ga al. Oh, dit ziet er niet goed uit. Ik sta er al, oké? Beetje rustig aan doen mag ook wel. Wat is dit allemaal? Wat zijn deze lasers? Oké, dit ziet er niet goed uit. Hallo, meneer. Wat is hier de bedoeling? Dit is een bodyscan. Ja. We gaan zeker kijken of dat je alles aan ons hebt gegeven. Als dat niet zo is, dan weten we dat meteen. Dit kan gewoon kijken wat ik in mijn zakken heb of zo. Zeker. Meneer, ik vind die taser heel naar. Oké, ik loop al. Moet ik hierin staan? Ja. Nee, hoe ga ik dit mee kunnen nemen? Oké, doe ik. Ik sta erin. En nu? Doorlopen. Oké. Is er iets gevonden? Dat zullen we zo dadelijk zien. Oké. Meneer, u heeft nog allemaal dingen bij u. Wilt u die alsjeblieft droppen aan mijn collega? Oké, wat heb ik allemaal? Moet ik alles inleveren? Alles. Oké. Ik heb hier voor u ik had dit nog bij me. Dat waren kogels. En ik heb dit nog bij me. Dat was een koffer. Met heel weinig dingen erin. Ik ga u de code dan ook niet vertellen natuurlijk. Maar waar moet ik heen? Komen we nog wel. Mag ik al naar huis? Nee, zeker niet. Hoe kom ik dan weer naar huis? Waar moet ik heen dan? Ik heb toch alles al gegeven? Door die deur lopen. Oké, maar die is dicht. Dat werkt wel, ja. Oké, en nu, wat moet ik nu? Oh nee. Gewoon mee blijven lopen. Oké. Wat is dit? Meneer. Dit is de kantine. Hier ga je vanaf nu moeten werken en kan je gelijk eten. Hier moet ik werken? Maar... Ja. Hoezo moet ik nou weer werken? Ik wil gewoon naar huis. Ik wil hier niet werken. Ik wil hier niet zitten. Ik wil hier gewoon gelijk weg. Je hebt weinig keus, want je koos er zelf voor om de bank te overvallen. Niet. Ja, meelopen. Ik ga gewoon blijven ontkennen. Ik heb de bank niet overvallen. Oké, ik loop met u mee. Waar moet ik heen, meneer? Ik vind dit helemaal niet leuk hier. Wat is dit nou weer? Dit is de kantine. Hier ga je eten kunnen maken. Ja, dit was toch al de kantine, meneer? Ja, maar hier wordt het bereid. Keuken. Oh, de keuken. Maar het ruikt hier helemaal niet lekker. En ik zie allemaal rook. Het ziet er hier niet goed uit of zo. Ik weet het niet. Ik wil hier gewoon niet zijn. Niet mijn probleem, meneer. Meelopen. Oké, ik kom al. Wat is dit? Dit zijn de cellen. Moet ik hierin? Ja. Oh nee. Hallo? Mijn collega zal u nu een cel aangeven. Een cel? Ja. Ja, meneer, meekomen. Ik kom al. Waar moet ik heen? Moet ik hier? Dit is vanaf nu een cel. Cel? Moet ik hierin? Maar het ziet er helemaal klein uit. En ik zie helemaal geen mooie kussentjes. Ik zie helemaal niks. Ja, het is hier niet zomaar een hotel of zo. Nee. Ik wil hier niet zijn. Wat is dit voor wc? En dit is een grijs bed. Ik wil een blauw bed. Mag ik geen blauw bed? Je hebt helemaal niks te willen. Ja, maar ik wil hier weg. Ik vind het helemaal niet leuk hier. Oh nee, die stomme lampje aan het plafond. Wat moet ik doen om hier weg te
mogen überhaupt? Ik hoor hier niet te zijn. Ik heb niks misdaan. Nou, hij heeft toch echt gewoon een bank overvallen, hoor. Ik heb geen bank overvallen. Hoe kom je erbij? We hebben genoeg bewijs. Waar dan? Ziet er vanzelf wel nog een keer. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar dat bewijs. En dan wil ik hier ook zo snel mogelijk wegkomen, zeg maar. Voor nu krijgt u een pakje van mij. Oh en, nee, dit is echt als een van de films of zo. Met helemaal oranje. Ik krijg u een nummer. Vanaf nu bent u nummer 14. Een nummer 14? Ik heet Alex, meneer. Ik ben geen nummer. Nee, je bent vanaf nu nummer 14. Ja, maar nou. Laat u mij hier nu gewoon achter. Meekomen. Oké. Wat moet ik doen? Je gaat werken. Ik moet werken? Aan het werk. Meekomen. Waar moet ik werken? Oké. Ja, moet ik in de keuken werken? U moet werken in de keuken, inderdaad. Je mag alles schoon gaan maken. Alles schoonmaken? Wat moet ik schoonmaken dan? De laadjes, al het dorven eten, alles moet eruit. Al het bedorven eten of gewoon al het eten? Want alleen het bedorven eten. Oké. Oh, en alles moet schoon of zo, maar... Alles. Ook die spinnenwebben en zo. Mag ik die laten hangen? Daar kom ik toch nooit bij. Alles moet schoon. Oké. Ik ga mijn best doen, ja. Oh, ik heb hier zo geen zin in. Wat moet ik hier nou weer in de gevangenis? Ik hoor niet in de gevangenis. Ja, oké. Ik heb dan misschien wel de bank overvallen. Maar ik blijf gewoon ontkennen. Ik blijf zeggen dat ik niet de bank heb overvallen. Want ik denk dat dat mijn enige manier is om hieruit te komen. En waar is Dennis ook? Ik weet het niet. Hoezo is Dennis niet opgepakt? Ik heb met hem die bank overvallen. Oh, oké. Weet je wat? Laten we maar beginnen met schoonmaken. Ze lopen hier namelijk allemaal de wacht te houden over mij. Moet ik dit dan weghalen? Hoe ga ik dit ooit wegkrijgen? Oh, dit gaat zo lang duren. Oh, met de vuist is dit bijna onmogelijk. En er zit allemaal spinnenweb aan mijn hand. Eeuw, godverdamme. Oh, dit duurt echt heel lang. Dat is niet normaal. Oh. Waarom vragen ze mij hier ook voor? Ik zag toch nog een andere gevangene. Die kon het toch net zo goed ook opruimen, lijkt mij. Oh, en daar zit nog zo'n spinnenweb. Die moet ook helemaal weg. Kan ik hier dan naar boven klimmen? Ja, dat kan. Oh, nee toch. Op zich gaat het wel wat sneller met hakken volgens mij als sta ik ernaast. Dus dat is wel helemaal top. Maar ik mis mijn huisje. Ik mis mijn huisdieren. Thuis heb ik namelijk ook allemaal huisdiertjes. En wie moet die nu eten geven? Ik kan dat namelijk nu niet meer doen. Dat spinnenwebje is tenminste ook weg. En wat zeiden ze nog meer? Oh ja, de laadjes opruimen. Oh, auw. Oh, dat deed een beetje pijn. Wat is dit? Dit is de... Ah, het is koud hier. Het is heel koud. Oké, ik wil weg hier. Dit is de koelcel volgens mij. Oh, gelukkig heb ik een truitje aangedaan. Maar hoe durven ze me ook gewoon een nummer te geven? Nummer 14. Hoezo 14? Ik ben gewoon Alex. Ik ben geen nummer. Wat zit hierin? Eeuw, godver. Dat is hetgene wat hier zo zat te stinken. Dit zijn allemaal verrotte aardappelen. Oh, die moet ik allemaal meenemen. Oh, ik wil dit toch niet in mijn handen houden. Oh, ik ga zo goed mijn handen wassen. Dat is één ding wat zeker is. Oh, het zijn er 4. Het zijn er 5, 6, 7. Oh, het zijn er heel veel. En hier ook nog 1, 2. Oh, ik hou het niet langer meer, joh. En wat doen al die touwen hier nou weer? Oké, ik denk dat we die mee moeten nemen. Ik neem ze gewoon mee. Misschien kan ik daar wat mee. Je weet maar nooit. Oké, dat was niet mijn deur die open ging. Wat zit er... Wow. Waarom ligt hier een gouden nugget in de kist? Er ligt gewoon letterlijk een stuk goud hier. Oké. Kan ik die meenemen? Ze zijn daar aan het praten. Ze kijken nu niet naar me. Weet je wat? Ik ga toch... Die bewaker daar. Oké, die zijn aan het praten. Oké. Ik ga deze gewoon in mijn zak stoppen zo. Hebben ze het gezien? Nee, oké. Niemand heeft het gezien. Top. Oké, en dan nu nog de aardappelen mee en de touwtjes allemaal uit de kist hebben. Oké, als het goed is, heb ik zo alles. Is er dan nog meer wat vies is? Nee, volgens mij was dit het wel. Ben je nog steeds bezig? Nee, ik ben al klaar, meneer. Is je beter geraden ook? Ja, kan ik ergens mijn handen wassen? Ze stinken helemaal naar de verrotte aardappelen. Maakt ons niks uit. Moet ik ze eens in je gezicht houden? Zo, dat... Auw! Afstand houden! Dat doet pijn! Hou je afstand. Oké. Maar, wat moet ik nu doen? Alles is opgeruimd. Ik heb alle spinnenwebben weggehaald. Ik heb al het verrotte eten uit de kisten gehaald. Er zaten ook nog allemaal andere dingen. Er zat niks anders in, bedoel ik. Verrotte eten is eruit. Nou, dan ga je terug naar je cel, ja? Oké. Ik heb helemaal geen zin in. Ik kom al. Oh. Lopen. Ja. Wat was mijn cel ook alweer? Rechts achterin. Oké, ik kom al. Ik wil dit helemaal niet. Wat heb ik nu dus allemaal bij me? Ik heb die aardappelen. Kan ik die niet net zo goed gewoon hier door de wc spoelen? Die ga ik toch nooit opeten. En wat zit er nog meer in mijn wc? Waarom zit er verrot vlees in? Dat is wat minder lekker.
En ik heb hier een grijs bed. Het ziet er helemaal niet lekker uit. Dit ligt toch niet lekker? Het is gewoon een stuk beton waar ik op slaap of zo. Met één klein kussentje. Ik wil gewoon mijn eigen blauwe bedje hebben. Die zijn veel mooier. En wat zit er hier in? Ik heb hier een kist. Is dit dan de plek waar ik al mijn spulletjes... Oh nee, niet weer! Waarom zit er hier nog meer verrot eten in? Overal waar ik kijk, hier is gewoon verrot eten. Dit moet ook weggespoeld worden. En er zit een stok in. Waarom zit er een stok in mijn kist? Is dat van degene die hier eerder in de cel zou zitten? Dit zou namelijk een perfecte knuppel zijn. Al kijk ik hier zo naar. Ik bedoel, al komt er een bewaker aan. Bam, bam, bam. Dan sla ik ze zo neer. Oké, weet je wat? Voor nu ga ik dit hier nog bewaren. De touwtjes leg ik erbij. En die gouden nugget. Ik denk niet dat het slim is om die hier in mijn kist te leggen. De beveiligers kunnen namelijk ook in deze kist kijken. Dus ik hou deze gewoon bij me. Samen met mijn papiertje met mijn nummer erop. Uit jullie cellen. Oh, ik kom al. Wat was dit mijn enige tijd alleen of zo? Niet zo zeuren. Oké. Wat moet ik nu... Moet ik hier nu gewoon een beetje staan rondlopen? Ja, wat denk jij? Dat je gewoon mag gamen of zo? Ja, dat zou toch veel leuker zijn. Gewoon een beetje een spelletje doen. Dan kan je meedoen misschien zelfs. En dat is leuk. En dan gaat de tijd sneller voorbij. En dan kunnen we hopelijk sneller uit deze gevangenis weg. Jij hebt het hier toch ook niet naar je zin, lijkt mij. Jij moet ook in deze gevangenis staan. Nou, ik doe het voor mijn werk. Dus ik doe het met plezier. Oh ja, ik doe het net met wat minder plezier dan als jij het doet, volgens mij. Ja, maar ga gewoon lekker rondlopen. Ga met je mede-celgenoot praten. Val ons niet lastig. Sorry. Mede-celgenoot. Er zit nog iemand in deze gevangenis, inderdaad. Die staat erachter. Zullen we naar hem toe lopen? Misschien dat we vrienden kunnen worden? Ik hoop het maar. Ik heb geen idee wie... Oké, die beveiligers staan er ook. Maar ik mag rondlopen, dus ik maak nu geen overtreding als ik hier rondloop. Hallo, meneer? Hallo? Hallo, jij bent je nieuw, zo te zien. Ja, dat klopt. Maar ik weet niet wat ik hier doe. Ik hoor hier helemaal niet te zijn, zeg maar. Ik weet ook niet hoe lang u hier bent, maar ik vind het helemaal niet leuk hier. Nu al niet. En ik ben er pas net. Dat zeggen ze allemaal. Oh, zijn er meer mensen dan? Het is momenteel hier vrij rustig. Ja, ik heb het gemerkt. Ja, jeetje. Ik zie alleen maar superveel beveiligers overal staan. En ik word er een beetje bang van altijd. Kunnen we niet even wat meer hier zo praten? Ik heb altijd het gevoel dat ze zo meeluisteren of zo. Nou, ik zou inderdaad oppassen met die bewakers hier in de gevangenis. Dus, waarom ben jij hier? Ja, oké. Ze verdenken me dus allemaal van een bankoverval die ik natuurlijk niet heb gedaan. Ik bedoel, kijk naar me. Ik zie er toch niet uit als een bankovervaller, toch? Nou, daar heb ik mijn twijfels over. Vind je me eruit zien als een bankovervaller? Ja, iedereen kan er als een bankovervaller uitzien, toch? Nee, de enige misdaad die ik ooit heb gepleegd is... Ik heb een keertje een creeper laten ontploffen bij mijn beste vriends huis. Maar meer niet! Ja. Ik snap toch ook niet waarom ik hier dan moet zitten. Waarom zit jij hier? Omdat ik heb een snoepje gestolen. Je hebt een snoepje gestolen. Je gaat me toch niet vertellen dat als je een snoepje steelt je hier in de gevangenis terechtkomt. Nou, nu even wat geloofwaardigers vertellen jij. Ja, wel iets anders in de vorm van een overval, maar... Je hebt een overval gedaan? Wat dan? Ja, ik ken je nog niet zo goed. Ik bedoel, waarom zou ik jou alles gaan vertellen? Omdat wij, zeg maar, de enige twee niet-politieagenten hier zijn. Dat lijkt me dat we een beetje vrienden kunnen worden, hoop ik. Ja, dan moet je eerst beter leren kennen. Maar, ja, ik ga mijn best doen, maar... Je hebt een overval gepleegd, maar wat voor heftige overval is dat dan, dat je hier terechtkomt? Je gaat me niet vertellen dat als je een snoepje gaat stelen, dat je dat een overval kan noemen en dat je dan opgepakt gaat worden en naar de gevangenis gaat. Dat klopt gewoon niet. Nee, dat was het zeker niet. Dus je loog gewoon tegen mij, stommer. Oh, weet je het heel zeker? Au, beveiliger! Ik zou even oppassen hiervan. Hij sloeg me! Hij sloeg me! Au! Ik heb niks gedaan. Hey, nummer 14, smoel houden. Je bent nieuw hier. Noem me pijn! Wat zei ik? Smoel houden. Ja, oké. Maar hij slaat me. Zou je dat ik niet? Ik ook nog mond houden. Ja, ik hou mijn mond, maar hij sloeg me. Ik zeg het toch tegen je. Ik lig hier niet. Wij waren hier de tijd en we zagen niks. Dus ga niet tegen ons liegen. Ik lieg helemaal niet. Hij sloeg me net. Ik heb hartstikke veel pijn aan mijn arm. Ik ben nu klaar met ze. Stuur ze gewoon lekker de cel in. Mogen ze daar een tijd uitzetten. Hey. Ja, ik kom al. Wat? Kom eens, nog heel even. Wat is er? Je moet even oppassen wat je hier doet, ja? Auw! Hier! Hey, hij sloeg me weer! Hij sloeg me weer! Stop hem in zijn gevangenis! Na de cellen, nu. Oké. Ik kom al. Jongen. Nummer 14, nummer 9, wakker worden. Ik ben echt net wakker, meneer. Mag ik niet even wat langer uitslapen, alstublieft? Uit jullie cellen, nu. Oké, ik kom al, oké? Rustig aan. Je hoeft niet altijd zo te schreeuwen. Ik ben net wakker. Heb je nog gewoon de mond ook nog? Ja, omdat ik net wakker ben. Auw! Je slaat me gewoon terug mijn cel in. Ja, als ik dan nog verder mag slapen, zou dat top... Wat zegt u?
mond houden en luisteren. Ja, nou, ik luister. Wat is er? Je gaat niet meer mijn discussie aan. Dan heb je wel de verkeerde. Begrepen? En wat als ik het wel doe? Auw! Dit is een voorbeeld. Auw, dat doet pijn. Stop daar nou eens mee. Moet ik jou eens slaan? Auw! Auw! Oké, ik stop. Duidelijk. Het is duidelijk, meneer. Het is duidelijk. Jullie gaan nu eten, dus je mag nu naar de kantine. Oké, kom al. Ik heb hier helemaal geen zin in. Ik wil gewoon slapen. Hoezo mag ik niet net wat langer slapen in deze gevangenis? Ik vind het helemaal niet leuk om in de gevangenis te zitten. Het is volgens mij ook niet de bedoeling dat je het leuk gaat vinden in de gevangenis. Maar moet ik hier erin? Ja, daar krijg je eten van mijn collega. Ik heb wel honger. Jij bent er ook weer. Kom op. Ja, waar is het eten? Ik snap toch niet hoe het hier werkt? Ik kan jou toch niet alles gaan uitleggen? Ja, maar dan moeten we lang wachten hier zo. Ik weet niet hoe ik mijn eten ga krijgen hier. Denk je dat daar iemand voor de lol achter dat raam staat? Hallo, mag ik mijn eten? Werkt het zo? Nou, heb jij een beetje kunnen slapen in deze geval? Ja, jij ligt hier natuurlijk al een tijdje. Ik heb niet kunnen slapen. Ik lag net te slapen. Word ik wakker gemaakt door die stomme beveiliger? Elke keer komt die beveiliger naar mij toe om me wakker te maken. Dan slaat hij me ook nog. Ja, daar zou ik als jou eens even aan gaan wennen, want dat gaat niet voor één keer gebeuren. Hoe bedoel je het nou niet voor één keer? Is dit elke dag zo? Ongeveer, ja. Ook in het weekend? Ja. Oh, zelfs op de zondag? Ja. Oh nee, maar zondag was altijd mijn uitslaapdagje. Ik heb honger. Wanneer komt dat eten nou? Ze hebben het luikje open gedaan. Maar meneer, mag ik? Oh, dank u wel. Kijk hoor. Ik heb broodjes en ik heb water. Ik had zoveel dorst, dus dat kwam perfect uit. Hoe kan ik zijn eten pakken? Je krijgt het, Rustig. Niks aan de hand, meneer, niks aan de hand. Hier, je krijgt je eten, alsjeblieft. Het was een grapje, oké? Kan je niet tegen een grapje in deze gevangenis? Hoezo is dat niet grappig? Ik vond het hartstikke grap. Oké, ik ga al zitten. Jongen. Jij hebt natuurlijk weer lekker de lekker zittende bank, hè? En die blijft van mij. Hoezo? Ik kan er toch ook zo op zitten? Het is niet zo moeilijk, hoor. Ik zit... Auw! Oké, ik stop al. Waarom ben je zo bazig aan het doen over alles, joh? Die bank is toch niet van jou? Dit is toch van ons gewoon? Jij bent in mijn gevangenis, jij bent van mij. Hoezo ben ik van jou? Ik ben van mezelf. Ik ben gewoon mezelf. Nee. Hoezo? Nee. Ik ga nou niet zo doen, hè? Van mij. Nee, ik ga wel lekker eten. Dat vind ik wel lekker. Ik bedoel, jij hebt dit eten toch niet voor me klaargemaakt? Ik heb die hele keuken gisteren nog zitten opruimen. Ja, dat is niet mijn probleem. Heb ik ook moeten doen. Echt waar? Dat is lekker. Dan kun jij de volgende keer mijn keuken opruimen. En dan kan ik daar lekker uit eten. Dat is top. Nee, jij gaat mijn keuken opruimen. Hoezo noem je alles van jou? Dit is niet van jou. Oh ja, zeker wel. En waarom heb jij nog steeds je naam niet verteld tegen mij eigenlijk? Ja, wat is jouw naam? Laten we daarmee beginnen. Mijn naam is Alex. Hoi, Alex. Hoi, maar wat is nu jouw naam? Ja, dan kan je wel zo kijken, maar wat is je naam? Ja, spreek me maar aan als baas. Voor de rest krijg je niks. Baas? Hoezo baas? Je bent een baas niet. Stop daar eens mee. Pas jij maar gewoon op wat je zegt. Nee, dat ga ik zeker niet doen. Nummer 14, mag met me meekomen voor verhoor. Ik heb een naam, oké. Stop met me 14 noemen. Zit er ook nummer 14? Je bent nummer 14. Doei, meneer. Doei. Ik ga het echt niet zeggen, hoor. Doei, doei. Jongen, joh. Waar moet ik heen? Je volgt mij gewoon. Ga maar naar boven. Mijn gevangenis is daar, toch? Je gaat op verhoor. Op verhoor? Wat is een verhoor? Merk je dan wel. Nu meekomen. Oké, ik kom eraan. Ik ben heel erg benieuwd wat er hier allemaal gaat gebeuren. Zo moet ik nu bijvoorbeeld deze meneer de agent volgen. Ik heb geen idee waar we nu naartoe moeten. Ik zie hier een beveiligingscamera. Hallo, camera! Ik ga gewoon naar de camera. Ik kom al! Sorry. Welke kant op? Die kant. Oké. Wow, wat is het mooi hier ineens. Ineens zijn allemaal boeken. Gaan we een boekje lezen? Oké. Ik kom... dit ziet er serieus uit. Hallo? Hallo? Wat is de bedoeling hier precies? Ik ga zitten. En nu? We gaan nu even ondervragen, meneer. Hoe bedoelt u ondervragen? Wat wilt u van me weten? Kom maar door. Alles. Aangenaam. Ik ben Alex. Ik heb geen idee waarom ik in deze gevangenis zit en ik wil graag naar huis. Dat was het. Dat is zijn er nog vragen? We willen heel graag weten met wie u samen de bank heeft overvallen. Ik heb geen bank overvallen. Helemaal niet met iemand samen. Hoe kom je erbij? Meneer, u kunt beter eerlijk zijn, want we komen er uiteindelijk toch wel achter. Waar wil je achterkomen? Ik heb dat niet gedaan. Iemand anders was dat. Er zijn meerdere ooggetuigen geweest dat u er was met iemand anders samen. Ik heb niemand gezien daar. Ik was niet eens in de buurt bij de bank. Meneer, er zullen consequenties komen als u nu niet vertelt met wie we samen was. Ja, wat voor consequenties? Ga je mijn broodje stelen in mijn lunchpauze vanmiddag? We zijn toevallig langs uw huis geweest laatst. En we zijn
wat huisdieren tegengekomen. Nee. Kom maar binnen. Nee. Wat, hè? Wat is dit? Ik hoor een kip. Nee. Nee. Is dat Sumi? Sumi, hallo! Sumi! Hallo! Ik ga. Sumi! Ik ben hier! En meneer Kippie! Ik heb jullie zo gemist! Sumi, auw! Oké, ik ga al. Auw, die taser hoeft echt niet hoor. Ik werk wel mee. Sumi, kijk, ik ben hier! Wilt u nog steeds niet zeggen met wie je samen was? Nee, ik was net niemand samen. Maar waarom hebben jullie Sumi en meneer Kippie meegenomen? Nee! Laatste kans. Nee. Heb je Sumi doodgeschoten? Geef antwoord op onze vragen. Hoezo heb je Sumi doodgeschoten? Wie was u samen? Hoezo heb je Sumi doodgeschoten? Jij moordenaar! Sumi had hier niks mee te maken! De kip ik dan ook achteraan. Nee. Oké. Je vertelt ons alles wat we nodig hebben. Maar je hebt Sumi vermoord. Oké. Wie was u samen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik heb wel de bankoverval gedaan. Oké. En hoe heeft u die voorbereid? Ik was gewoon naar binnen gelopen. Ik had een pistool. Hoe kwam u in dat pistool? Dat pistool had ik gestolen. Van? Sorry, wacht even hoor. Ik moet het heel even over me heen krijgen met Sumi. Er is daar geen tijd voor, meneer. U moet even opschieten. Oké. Ik had het pistool gestolen voor die overval. Ik had de man onder schot gehouden, zodat hij de deur opendeed. Toen ging het alarm af. Ik ging naar binnen. Ik had een koffer mee. In die koffer zaten al mijn spulletjes. Daar zaten alles wat ik gestolen had. Wow. Goud, emeralds, diamanten, van alles. Oh. Wat is de code van het koffertje? Die weet ik niet. Die ben je vergeten? Ja. Okay. Wilt u alstublieft niet dat wapen zo op meneer Kippie richten? Alsjeblieft, je hebt Sumi al doodgemaakt. Zolang u netjes antwoord blijft geven, zal er niks gebeuren met meneer Kippie. Oké. En waar was die winkel precies? Die winkel, ik weet het niet. Die was heel ver, ergens afgelegen. Daar hadden ze een winkel en daar hadden ze allemaal beveiligingsdingetjes en dus ook pistolen. Maar die verkochten ze eigenlijk niet. Maar ik had het gewoon heel lief gevraagd aan die meneer of ik ze mocht hebben en dat mocht. Zijn er nog andere belangrijke dingen die je moet weten? Nee, niet dat ik weet. Behalve dat Sumi dood is. Ja, meneer Kippie kan er ook nog aan. Nee. Breng hem maar terug naar zijn cel. Weet genoeg. Waar gaat meneer Kippie nu heen? Meekomen. Wat gaat er gebeuren met meneer Kippie? Nee. Doorlopen. Nou, wat gaat er gebeuren met meneer Kippie? Doorlopen, ik heb niks aan. Lopen. Ja, ik kom al. Maar ik heb net mijn pijn doodgeschoten. Had je me antwoord moeten geven? Ja, maar hoe kan je dat nu nog zo onaardig doen? Je hebt net mijn pijn doodgeschoten. En wat is dit? Celblok binnen, daar wil ik niet heen. Oké, ik kom al. Ik vind het echt geen leuke plek meer. Ik vond het al niet leuk, maar nu zeker. Mee lopen. Oh, en hij mocht gewoon lekker genieten van zijn lunchpauze. Ik zie alweer hoe het zit. Tuurlijk, hij doet het hier wat hij doet. Oh, nee, ja. Oh, kom. Ja, nu deze. Auw, die deur kwam vol in mijn gezicht, joh. Je gaat terug naar jezelf, dan mag je gewoon lekker je rust verder pakken. Wat is waar het om gaat? Mijn rust? Hoe denk je dat ik mijn rust moet pakken? Nou, dat vind jij net hebben gedaan. Jij monster! Maakt mij niks uit. Gewoon je rust pakken, wat wij u graag. Hoezo? Maakt jou niks uit. Ja, joh. Die man weet niet hoe het is om een huisdier bij te hebben. Letterlijk Sumi vermoord waar ik bij stond. Hoe kan je zo zijn? En waarom heb ik dit flesje nog bij me? Die wil ik helemaal niet meer. Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Kan Dennis mij hier niet uithelpen? Waar is Dennis überhaupt? Ik weet het niet. Dennis is mijn beste vriend. En met hem heb ik dus de bankoverval gedaan. Maar ik wil dat niet aan ze doorvertellen. Ik ga Dennis er niet bij lappen natuurlijk. Want Dennis moet mij hier uit zien te halen. Wat ligt hier nou weer trouwens? Hoezo is deze steen anders dan die? Oké. Wacht, ik heb een ideetje. Wat nou al verplaats ik mijn bed? En zet ik hem even... Oh, dan moet ik hem even verplaatsen. Kijkt er iemand? Oké, er kijkt niemand. Er lopen wel heel veel beveiligers daar trouwens. Maar die lopen allemaal erachter. Oké. Oh, ik moet hier snel boven staan. Hier is niks te zien. Waarom is dit blok anders? Het lijkt wel alsof hier ooit iemand is gaan graven. En het vervolgens met allemaal steentjes terug heeft gelegd of zo. Maar kan ik dit wel hakken? Ik begin ook alweer een beetje honger te krijgen. Oh, het lukt trouwens. Ik kan dit gewoon hakken. Oké, wat de... What? Nee. Oké, hier mogen ze niet achterkomen. Wat is dit? Huh? Waarom zit hier een heel luik onder mijn gevangenis? Oké, kan ik dit bed hier nog boven zetten? Kom op, zeg van wel. Die agent mag dit niet zien namelijk. Oh, ik zie daar ook agenten staan en... Oh, nee. Nummer 513. Alles goed ja, hier? Ja, wat is er? Hoezo komt u binnen? Ik mocht toch mijn rust pakken? Inspect
infectiecontrole. Ja, kijk maar. Er is niks te vinden, hoor. Er is helemaal niks te vinden hier. Dit is mijn wc, ook niets veel mee. Nu nog voor een dag. Dankjewel. Ja, het is ook niet zo makkelijk op te merken, lijkt mij. Maar oké, laten we heel even dit bed verplaatsen. Zo, zie je het op zich ook niet snel. Oké, ze hebben net dus de controle gedaan. Ze zijn nu met die andere gevangenen daar bezig. Die zijn ze allemaal aan het slaan en zo. Oh, dat vind ik lekker voor hem. Ik weet nou niet wat ik van die andere gevangenen moet vinden. Ik vind hem niet echt aardig of zo. Hij zegt helemaal dat ik een baas moet noemen. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar wat zit er hieronder? Oké, hopelijk gaan ze dit niet zien dat ik nu weg ben. Fuck, er zit hier gewoon een hele kamer onder. En wat is dit? Is dit nou een Oh my god, nee, niet weer. Een code? Oké, ik kan hier niet te lang blijven. Ik moet hier snel weg, maar wat kan er daarin zitten? En wat kan de code zijn? Wacht, ik ga één code proberen. 1, 2, 3, 4. Nee, dit is hem niet. Oh, nee. Hoe moet ik aan de code komen van die kluis? Nou ja, weet je wat? Laten we voor nu nog maar eventjes dit er weer opzetten. Zodat niemand ziet dat er hier wat aan mis is. Ik ga tenminste weer lekker mijn bedje in. Het was een zware dag. En Sumi, ik ga je missen. Het is weer een nieuwe dag hier in mijn Minecraft gevangenis. En ik wil hier weg. Hallo, bewakers. Bewakers, ik wil weg. Ik wil naar huis. Ik zit hier al heel lang. Hallo? Ja, ken ik u niet ergens van? Ja, wil je eruit dan? Ja, ik wil eruit. Ja. Ik wil naar huis. Ja, hallo. Mag ik naar huis, meneer? Alsjeblieft. Ik heb toch niks fout gedaan. Ja, maar ja, je moet hier toch nog even zitten, hè? Hoezo moet ik hier zitten? Ik wil naar huis. Je hebt iets stouts gedaan. Wat heb ik voor stoute dingen gedaan? Je hebt heel veel stoute dingen gedaan, maar mondje dicht. Ik herken jou. Ik herken u ook ergens van. Ja, ik ben de bankeigenaar. Dat bent u! Wat doet u hier? Ja, ik was de bankeigenaar, maar ik ben nu directeur bij de gevangenis en de leiding bij de politie. Hoezo werkt u niet meer bij de bank? Omdat die is afgesloten. Hoezo is die afgesloten? Wat is er allemaal gebeurd? Omdat daar een overval is gebeurd. Wie heeft die overval gedaan? Ja, wie was dat ook allemaal weer? Ik weet het niet. Ik ben een beetje vergeetachtig. Volgens mij was het die meneer in die cel. Ik zou hem aan hem vragen. Ik zou daar maar mee lopen. Doei! Ja. Hey, wie is dit? Wat doet de man van de bank daar nou weer? Hij is vergeten dat ik de overval heb gedaan. Maar oké, hij mag er ook niet achter komen eigenlijk. Want die man die werkt nu ineens hier als beveiliger. En hij is niet zo slim. Dus ik denk dat ik hem te vriend moet houden. Ja, hey, hallo! Hey, is er? We gaan naar de kantine. Kom. We gaan naar de kantine. Wat moeten we nou weer bij de kantine doen? Ik wil naar huis. Ik wil niet naar de kantine. We kunnen gezellig even wat eten en praten. Kom mee, wordt gezellig. Maar ik wil naar huis. Meneer! Ik wil naar huis. Ik wil niet eten. Ik wil thuis op de bank zitten. Ik wil tv kijken met een lekker broodje. Ik wil hier weg. Het is gezellig hier, hoor. Het is hier heel gezellig. Het is hier helemaal niet gezellig. Het is hier helemaal grauwig en zo. Oh, dat valt best mij toch. Nee. Hou je broodje op. Hou je broodje op. Ik hou. Rustig. Ja. Oh, nee. Staat hij ook weer? Oh, hij loopt al door. Hallo. Dankjewel. Oh, er zit een koekje bij. Ja, ik heb een keer een koekje gekregen. Dankjewel. Doei. Doei. Ik heb gewoon een keer een koekje gekregen. Oké, dit vind ik... Oh nee, hij heeft ook een koekje gekregen. Kijk hem daar staan dan. Dit is dus een medegevangene van mij. Alleen is hij nooit echt heel aardig tegen mij. Maar ik ga er gewoon een keertje bij proberen te zitten. Misschien dat hij een keertje aardig wil doen. Hallo, mag ik hier op deze bank zitten? Nee, je gaat maar mooi op je eigen stoel. Ik wil op de bank zitten. De bank zit veel lekkerder. Ik wil daar zitten. Nee, het is en blijft mijn bankje. Dus jij gaat maar op je stoel zitten. Kom op. Niks is hier van jou, meneer. Jij blijft de hele tijd zeggen dat alles hier van jou is. Het is niet van jou. Laat me op. Stop. Hij doet me pijn. Hij deed het. Hij deed het met zijn koekje in zijn hand. Stil. Sorry. Stil. Wat is er gebeurd? Ik mocht niet op zijn bankje zitten. En toen ging hij mij zo slaan. En nu heb ik ouw aan mijn arm. En hij is gewoon zijn koekje aan het eten alsof er niks aan de hand is. Die stommerik dat het is. Hey, doe rustig. Jullie kunnen toch ook gewoon vrienden worden, of niet? Ja, maar dat wil hij niet. Ik mag niet eens op zijn bankje zitten. Nee. Hoe heet jij ook weer? Dat gaat jou niet aan. Nou, hey, doe eens even normaal, joh. Hey, we zijn hier allemaal vrienden. En we moeten allemaal tegen elkaar aardig zijn. Dus doe even rustig. Ik wil op de bank zitten. Ja, dat mag jij niet. Dit is mijn bankje. Hoezo mag dat niet? Het is niet jouw bankje. Het bankje is van de gevangenis. Ja. Meneer, u bepaalt van wie het bankje is. Het is jullie bankje. Allemaal. Ja, ik mag op het bankje. Ik mag op het bankje. Auw! Hey. Goed zo. Deze hem. Waarom doe je dat? Neem hem mee. Ik wil hem hier niet.
niet. Het is mijn bankje. Nee, het is niet jouw bankje. Doe me pijn de hele tijd. Het is niet aardig. Ik moet jou even spreken. Kom maar even. Kom maar even. Want? Ik ga niet met jou mee, hoor. Want? Hoezo niet? Dat bepaal ik toch wel. Zoek er maar uit, joh. Ik ga allemaal geweld gebruiken. Dat bepaal ik toch wel. Oh, nee. Zoals een pistool. Ik ga al. Ja, uitkomen. We moeten hier aardig tegen elkaar zijn. Doei. Mijn bankje. Mijn bankje. Niet voor jou. Doei. Dag. Was gezellig. Au! Au! Weer mijn arm. Ik krijg jou nog wel. Ja, joh. Doe je best. Ik word nu gewoon meegenomen hier vandaan. Kijk hem dan. Alle beveiligers zitten met hem mee. En ik kan nu gewoon lekker rustig mijn koekje eten. Ik ga lekker mijn broodje eten. Oh, wat kan ik hiervan genieten. Ik heb gewoon alles voor mezelf. Nog wat lekkers te drinken erbij. Oh, dit is heerlijk. Eindelijk een keertje rust hier zo. Oké, stoute Rick. Ga maar even naar het bankje toe. Zeg maar even sorry tegen hem. Zeg maar sorry. Ja, dat dacht ik. Zeg maar even sorry inderdaad tegen mij. Dat ga ik niet zeggen. Nee. Zeg maar sorry. Ik ga geen sorry zeggen. Zeg maar sorry. Doe dan. Nee. Doe dan. Ga ik niet doen. Nee. Hoezo niet? We hebben ze dan gesproken. Nee, zeg dan maar. Hij moet sorry zeggen. Zeg maar. Nee, doe maar. Nee. Doe maar. Nee. Dat komt van de bewaker. Oh, hij wordt weer getaserd. We zijn hier allemaal aardig tegen elkaar. En jij moet ook aardig doen. En hij ook. Ik doe toch aardig. Hier, je mag een broodje van me hebben. Maar dan moet je wel sorry zeggen. Ik hoef helemaal geen brood van jou. Ik ga geen sorry zeggen. Oh, jeetje. Nog een keer. Je hebt nog 2 kansen. Nog 2 kansen. Ik zou het maar doen, meneertje, waarvan ik de naam niet weet, omdat je nooit met me wil praten. Ik ga geen sorry zeggen. Zeg sorry. Nee. Wow. Weet je wat? Jullie gaan het alles even buiten uitzoeken en buiten uitpraten. Kom maar. Oké, mag ik ook mee? Ja, jullie mogen alle 2 ja, mee. Ja, dat vind ik leuk. We gaan naar buiten. Mag ik dan naar huis? Ik wil naar haar huis. Ik ga naar huis. Was dit de uitgang? Waar is de uitgang naar huis? Die is er nog niet. Nee, niet die kant op. Deze Hoezo kant niet voor die mij. Kant op? Daar is mijn huis toch? Ja, maar jij gaat toch niet naar huis? Hoezo mag ik niet naar huis? Je zegt net dat ik naar buiten mag. Jij bent stout geweest. Meekomen. Oké. Ja, maar dit ziet er niet uit als naar huis gaan. Kijk, is dit niet leuk dan? Kan je lekker sporten? Oh, hier, dit is wel cool. Maar meneer, die hekken zijn toch veel te groot? Daar kan ik toch nooit overheen om naar huis te gaan? Nee, maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Want Hoezo jij blijft dat niet de hier. Bedoeling? Ik wil toch naar huis? Jij blijft hier, jij mag niet naar huis. Hoezo? Van wie mag dat niet? Van wie dan mag dat niet? Van mij. Hoezo niet? Jij bent stout. Ik wil naar huis. Jij bent stout geweest. Ja, maar wacht. Ik ga gewoon proberen hier zo te... Ik kom er niet overheen. Het gaat me nooit lukken. Dat mag niet. Wat heb ik fout gedaan? Ik heb niks fout gedaan. Dat mag toch niet? Dat mag toch niet ontsnappen? Wat gebeurt er? Wow. Dat deed pijn. Hoezo moet dat nou weer? Je mag niet ontsnappen. Je mag niet ontsnappen, jij. Ja, maar ik wil naar huis. Ja, dat snap ik. Maar ga lekker sporten met die, die andere gevangenen. Ja, maar hij doet toch... Hij probeert ook over de muur te klimmen. Zie je dat niet? Hoi, doe dat dan. Pak hem. Hey, staan blijven. Waarom doe jij dit? Ik ben ergens mee bezig. Ik doe niks. Laat me met rust. Ik doe niks. Nee, ik doe niks. Je wordt gewoon opgepakt zo meteen. Ik sta gewoon te genieten van de zon. Je mag niet over de muur klimmen. Dat is tegen de regels, meneer. Au! Ik heb niks fout gedaan. Ik hielp jullie. Ja, maar waarom doe je het zo moeilijk? Omdat ik naar huis wil. Ik heb hier niks te zoeken. Nou, ga lekker praten met die jongen daar ook. Oké. Waarom doe jij de hele tijd zo stom tegen mij? Wat moet jij hier? Ga weg. Ga naar je eigen vrienden toe. Hoezo je eigen vrienden? Wij zijn de enige 2 mensen hier zo. Je zit mij de hele tijd te smijzen, mij de hele tijd weg te jagen. Je wilt niet eens proberen om met mijn vrienden te zijn of om met mij te praten überhaupt. En je staat hier nu ook in je eentje in een hoekje terwijl alle beveiligers daar staan. Wat is er mis met jou? Ik hoef niet met jou te praten. Ga maar naar je eigen vrienden. Met wie wil je dan praten? Wat moet ik zeggen? Ben ik veel? Wat je hier doet? Hoe je hier komt, daar wil je het ook nooit over hebben. Een tijdje terug zei je dat je snoepjes had gestolen, maar dat geloof ik niet, want je komt hier echt niet als je snoepjes steelt. Denk jij dat ik nu wat ga vertellen naar wat je net hebt gedaan? Nee. Jij hebt mij ook geslagen. Je hebt niet eens sorry gezegd. Jij zit op mijn bankje. Je weet dat je niet op mijn bankje mag komen. Het is niet jouw bankje. Hoe het vaak is moet ik je op mijn nog... bankje. Au! Beveiliging! Beveiliging! Help! Wat is er nu weer? Hij sloeg me weer! Is niet waar. Hij liegt. Oh, ja! Maar. Weg ermee! Mevrouw, ik word de hele tijd geslagen door die meneer. Hij doet me de hele tijd pijn en dat alles omdat ik op een bankje zat. En hij zegt dat hij de hele tijd van hem was. Maar dat is niet zo, het is niet zijn bankje. Ik mag ook op dat bankje zitten, vind ik zelf. Want ik had een lekker koekje in mijn hand en die wou ik gewoon lekker opeten. En zo'n stoeltje, dat zit dan niet lekker. Gaat hij helemaal boos worden op mij? Maar heeft u ergens pijn? Of dat... Ja, op mijn arm! Ik heb allemaal blauwe plekken op mijn arm! Oh, laat eens even kijken. Ja, kijk!
ziek en daarom wil ik ook naar huis. Oh, het is niet zo heel erg. Ja, maar ik heb thuis met allemaal leuke pleistertjes liggen. Mijn beste vriend heeft allemaal eendenpleistertjes thuis liggen. En die kan ik er dan zo opzetten. En dan ziet het er ook nog cool uit ook. Maar, en dan is de pijn hopelijk weg. Maar die stomme meneer die zorgt de hele tijd voor meer pijn. Ja, alleen u moet nu heel veel met mijn collega meenemen. Liv 18, moet even meelopen. Waar gaan we heen? We gaan even achter de muur kijken. Achter de muur kijken? Wat is er achter de muur? Blijft hij daar? Doei doei! Hij zit daar lekker. Oh, dit vind ik zo fijn voor hem. Oké, ik loop met u mee hoor. Wat is dit nou weer? Ik ga je wat spulletjes geven. Je kan zelf kiezen wat je ermee gaat doen. Wat spulletjes? Wat is dit? Wat is dit? Een kist? Een schep? Dirt? Een bord? U kunt een graf gaan maken. Nee. Is dit het touw van Zoomy? Dat weet u zelf denk ik als de beste. Is dit het touwtje van mijn huisdierbijtje Zoomy? Ja. Wat moet ik ermee doen dan? We hebben hier ruimte voor u gemaakt. U kunt hier een graf gaan maken. Maar dat gaan we alleen laten. Waar is die moordenaar überhaupt? Een tijdje terug was namelijk mijn huisdierbij doodgeschoten. Oftewel Zoomy. En moet er nu een graf voor maken? Oké. Oh, ik vind het helemaal niet leuk. Waarom moesten jullie Zoomy überhaupt doodschieten, meneer? Was niet mijn keuze. Ja, maar die andere, die collega van u, die stond er naar te kijken en ineens, bam, was Zoomy weg. Ja, klopt. Maar u vertelde niks. Dus het was de enige keuze die we konden maken. Gauw. Ja, maar Zoomy had er niks mee te maken. Zoomy had met nergens wat mee te maken. Het enige wat hij deed was heel lief zijn eten opeten en zo. En Zoomy had nergens mee te maken. Oh, ze gaan me toch nooit horen vanaf hier. Maar wat moet ik nu doen? Moet ik een kist neerleggen? Dit is de kist van Zoomy. En dan Zoomy's touwtje erin. Dat is letterlijk het enige wat er nog van Zoomy is. Wat is dan nog meer? Oh, een bloemetje. Oh, deze vond Zoomy altijd wel lekker. Hebben jullie ook blauwe bloemetjes? Die vond Zoomy het lekkerst. Meneer, heeft u een blauw bloemetje? Dank u. Oké, hier zal Zoomy wel blij mee zijn als Zoomy er nog was. Ga eens weg, jij! Stommerik, ik wil niet eens dat je kijkt. Oh, dan leg ik dit bloemetje gewoon bij Zoomy erbij. Zoomy was natuurlijk een gele bij. Ja, meneer. Er zit een geel bloemetje. Ja, een bloempot. Wat moet ik daar nou weer mee? Oh, dan kan ik het blauwe bloemetje inleggen. Oké. Gaan we dan. Doei, Zoomy! Je was een hele lieve bij. Dit is de verkeerde deur trouwens. Ik moet dit deur te hebben. Je was een hele lieve bij. En ik zal je voor altijd missen, Zoomy. Oké. Daar gaat hij. En dan moet ik hier zo het bordje, denk ik, zetten. Hier kan dan een mooi bordje erop. 2021 tot het jaar 2021. Zoomy was nog niet eens 1 jaar, oké? Hij is nu al weg. Nog een mooi streepje voor Zoomy eronder. Arme bij. Ik ben er nog steeds zielig voor hem. Laten we deze dan maar erop zetten. En dan staat het graf van Zoomy hier. En ook in de gevangenis. Als ik hier ooit uitkom, dan kan ik niet eens teruggaan naar het graf van Zoomy. Dus dit is echt het afscheid volgens mij. Tenzij ik hier nog heel lang moet zitten. Zoomy, spijt me dat het zo is gelopen. Je had er niks mee te maken. Ik weet het ook wel, maar die stomme beveiligers daar zo. Meneer 14, ja. Moet je meelopen? De tijd is op. Tijd is om. Doei, Zoomy. Ik kom sowieso nog langs. Doei. Oké. Je kunt weer nog even buiten zitten. Ik moet weer buiten zitten. Nee, ik wil niet met hem zitten. Is toch gezellig? Het is geen keus. Het is niet gezellig. Hij doet me de hele tijd pijn. Heb je mijn arm gezien? Ik heb allemaal blauwe plekken onder mijn shirt op mijn arm. Oh, dat is niet... Weet je wat? Ik ga wel met je mee. Of... Ja, doe maar. Oké. Ik ben hem helemaal niet aardig. Ik heb trouwens de schep nog, meneer. Geef ze maar even mij. En ik heb het dirt, alsjeblieft. Je moet niet ontsnappen natuurlijk, hè. Oh, dat komt met een schep. Ik bedoel... Hey. Dat kan niet. Nee, dat zou ik nooit van mijn leven doen, meneer. Nooit. Dat mag niet. Nee, daarom. Ik ben stout geweest, dat mag niet. Ik ben niet stout geweest, trouwens. Ik ben niet stout geweest. Nou, een beetje. Oh, meneer weer ook wel. Wat ben jij allemaal aan het doen? Wat zit jij naar die toren te kijken, naar die camera's? Oh, je bent er weer. Ja, ik ben er weer. Wat ben je aan het doen? Meneer, kunt u ons heel even met rust laten? Oh, wel. Oké. Ja, heel even. We gaan het goed praten, hoor. Ja, oké, mooi. Hoezo zit jij zo naar die camera's te kijken? Je moet wat... bekijken hier, toch? Ja, oké. Daar heb je wel een punt op zich. Ja. Maar, oh nee, in alle hoeken staan weer mensen. Ik heb net mijn bij moeten begraven. Oh, dat was je aan het doen. Zit je me nou uit te lachen? Oh, nee, sorry, nee. Zoomy was een hele lieve bij. En hij was altijd bij me. En nu hebben ze Zoomy. Hem hier... Zoomy? Zit je nou weer uit te lachen? Hoezo doe je zo stom tegen mij? Elke keer, ik kan er niet meer tegen. Auw! Oké, ik stop. Ik heb mijn handen.
Sorry. Er is niks aan de hand. We gaven elkaar een hand. Ja, precies. We gaven elkaar een hand. Vrienden. Ja, okay. Vrienden. Dat is goed gepraat. Ja. Wat mooi zo. Helemaal, ja, zie je? Helemaal beste vrienden. Goed zo. Oké. Mhm. Auw! Hey, dat was een box, was een box. Ja, oké. Auw! Leuk! Ja. Oké, nu kan je wel stoppen hoor! Dank je! Ik ben even nummer 14. Kunnen jullie ja. Oké, breng kom al. Naar de cellenblok. Ja, moeten we weer naar die cellen? Ja, gaan we weer. Ik heb hier helemaal geen zin in. Wanneer mag ik nou een keer naar huis? Wanneer uw straf heeft uitgezeten. Wanneer heb ik die uitgezeten? Ik heb geen straf nodig. Ik wil gewoon naar huis. Ik wil naar mijn kippie toe, meneer Kippie. Ik wil hem eten geven en alles. Oké, kom al. Ah. Ja, fijne dag je weet nog. Je zelletje wel, toch? Ja. Mogen we niet eerst even pauze houden? Nee. Ja. 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 Ja, jawel. Ja? Ja. Oké. Dank u wel. Ja, hoi. Laten ze ons nou gewoon met rust. Ze lopen allemaal gewoon weg. Meneer, bent u aan het doen? Oh, daar ben je alweer. Ja, waarom zit je zo in deze cel te kijken? Die is toch van niemand? Het was van iemand die ik kende. Was? Is hij gewoon vrijgelaten? Nee. Wat dan? Waarom zit je dan zo te lachen? Omdat hij ontsnapt is. Hoe is die ontsnapt? Is dat een serieuze vraag? Ja, ik wil ook ontsnappen. Hoezo ben jij niet ontsnapt als het een vriend van je was? Ik snap het niet. Hij heeft me achtergelaten. Hoezo heeft hij jou achtergelaten? Dat is toch raar? Dat is toch geen echte vriend dan? Nee, dat is hij zeker niet meer. Ik ken ook iemand die mij heeft achtergelaten. Oh? Vertel. Nee, ik wil dat nog niet vertellen. Misschien later een keertje. Was het Zoomy? Nee, niet Zoomy. Het was mijn beste vriend. Maar hij komt terug. Ik weet het zeker. Wie weet? Ik hoop het voor ik je. Ik weet het zeker. Hij komt hier uithalen. Ik weet het 100.001% zeker. Ja, dan komt hij ook mij eruit halen, hè? Auw, dat doet pijn. Sorry. Hij komt ook mij eruit halen als hij komt. Dat weet ik niet. Hij kent jou niet. Ja, ik, weet, dus? ik heb geen contact meer met hem gehad sinds dat ik hier zit. Ik heb hem niet gesproken. Ik hoop dat hij me eruit komt halen. Want hij heeft me wel achtergelaten de eerste keer. Als hij jou eruit komt halen, komt hij ook mij eruit halen, ja? Dat weet ik niet, maar... Dat weet ik wel. Wat is er dan met die vriend? Hoe is hij weggekomen? Lang verhaal. Wat zeg je? Ik kan jou niet alles gaan vertellen, hè? Je mag mij wel alles vertellen. Ik ben de enige hier. Hallo. Oh, ja, wat is er? Jullie mogen weer in de celletjes, hoor. Is het weer zo ver? Oké. Ja, kom al. Ja, ja, je weet ze te vinden, hè? Ja, ik heb de sleutel toch niet van die cellen? Jeetje. Ja, ik wel. Hier. Hoi. Ga ik even... Oeh, het is wel een mooi celletje, hoor. Ja, zeker. Doe de deur eens open. Ik wil deze beveiliger hier opsluiten. Doe ze open. Nee, ik doe wel. Oh, ja, blijf! Nee! Jammer. Ja, oei. Nu is hij dicht. Mag ik nu wel gaan slapen, eindelijk? Ja. Ja, okay. Je mag gaan slapen. Doei. Die beveiliger die is volgens mij niet echt de slimste hier. Zo, ik moet hem wel in de gaten houden. Straks staat hij voor mijn raampje mee te luisteren met wat ik zeg. Maar hij is een soort van aardig. Hij is niet echt de slimste hier zo. En die strenge beveiliger heb ik niet meer gezien. Er is namelijk nog een heel erg strenge beveiliger hier zo. Wat ik hiermee kan met dit gat, weet ik ook nog niet precies. Want er zit dus een geheime kluis hieronder. Alleen kan ik die niet openmaken. Ik heb daar namelijk een code voor nodig. Voor nu ga ik lekker mijn broodje opeten. Ik gooi mijn flesje lekker in mijn kistje. En dan ga ik lekker naar bedje toe. Slaap lekker. Goedemorgen. Het is niet zo'n goedemorgen. Ik word weer namelijk wakker in deze rotgevangenis. Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Oh nee, ik zie er al een beveiliger voor. Goedemorgen. Niks goedemorgen. Ik wil hier weg. Wel goedemorgen. Oh, het is geen goedemorgen. Elke morgen dat ik hier wakker word is geen goedemorgen, meneer de beveiliger. Jawel, het is hier enorm gezellig. Nou, kom. Hoezo vind jij het hier gezellig? Kijk eens om je heen wat voor grauwe boel het hier wel niet is. Ja, maar je moet zelf de slingers ophangen, hè? Dus zelf kunnen een we dan niet een maken. Keer slingers ophangen? Ja, zou kunnen, maar daar is het geld niet voor. Nou, kom. Nou, ik wil slingers en dan gaan we een muur schilderen. Zullen we één muur helemaal blauw schilderen? Nou... Dat is een mooie kleur. Ja. Dat wil ik doen. Ja. Ja? Ja. In je dromen. Kom. Ja, ik kom al. Jongen. Wat gaan we doen? Naar de kantine natuurlijk. Oké. Oh nee, ben jij er ook weer? Hi, doorlopen. Ik heb honger. Rustig aan een keertje, oké? Jongen. Hallo mevrouw. Mag ik eten? Ik heb honger. Ja? Oh, dat is water. En oh, we hebben visjes vandaag. En weer lekker wat broodjes. Het wordt steeds lekkerder. De eerste dag dat ik hier was, kreeg ik namelijk alleen een paar broodjes. Maar nu krijg ik gewoon visjes zelfs. En aangezien hij nog niet op zijn bank zit, ga ik gewoon heel snel... Rennen! Ja!
Ik heb de bank! Ik heb de bank! Deze meneer wil namelijk altijd de bank hebben. En hij staat er nu ook zo stil naar mij te kijken. Ja, wat moet je nu dan, hè? Weet je het heel zeker nu? Ik weet het heel zeker. Zeker, ook naar wat we gisteren besproken hebben, of niet? Dat ik de bank mag hebben, ja zeker. Oké, jij gaat op dat hoekje zitten, ik hier. Klaar. Oké! Ik mag de bank hebben! Ik had het in het hoekje erover, daar. Au, hij doet me weer pijn! Hij doet me pijn! Jullie slagen het toch? Hij doet me pijn! Nee, dat was een box. Hij lief. Dat was een box. Oh, hij wordt gelijk getaserd. Zijn jullie al vrienden geworden? Ja, een soort van... een beetje, een klein beetje. Dat moet natuurlijk wel, hè? Want ja, allemaal vriendschap hier. Oh ja, allemaal vriendschap hier. Het zou pas vriendschap zijn als zouden jullie me naar huis laten een keertje. Ik wil hier niet zitten. Jij hebt straf. Nou... Oké, ik ga al. Oeh, ik wil hier helemaal niet zitten. Ik wel dan? Ja, weet ik veel. Het lijkt wel alsof jij je prima vermaakt hier zo. Ja, je moet de tijd doorkomen, dat heb ik ook al gezegd. Je moet de tijd doorkomen. Ik wil naar huis. Kappen nou, ja? Wat nou kappen nou? Straks sla ik je nog meer in elkaar. Ja, dan zorg ik dat je nog meer tasers op je gericht krijgt gewoon. Hé, hey, wat heb jij in je hand? Niks. Laat zien. Nee, ik heb niks. Ik had een broodje. Ik had een broodje. Helemaal niet, wat is goud. Laat zien. Wat een lekker broodje! Oh, wat is die mooi! Kijk dan, hij is echt goudbruin gewoon. Hij is zo goed gebakken. Nee, dat ander. Ik zag het wel. Ja, een vis. Weet je zeker? Ja, zal ik je eerst maar in je gezicht staan? Oké, ik roep de bewakers er wel bij, ja? Au! Au! Ik roep de bewakers er wel bij. Nee. Bewakers! Er is niks aan de hand, Ik had een lekker broodje in mijn hand. Oh, dat broodje is zo lekker geworden. Niet normaal. Er is niks aan de hand, oké. Weet je het zeker? Ik weet het zeker. Geef ik je nog een kans, naar het bankje. Oké, kom dan, maar niet naar de bewakers. Oké, niks. Oh, we gaan zoveel lekkere broodjes eten hier zo. Waarom ga je naar de bewakers? Ben je gek geworden? Ik vraag toch of je het wil laten zien? Ja, dat doe je niet. Dat wou ik niet. Waarom ga je dan naar de bewakers? Ik wil even zien wat jij hebt. Oké, ik heb een gouden nugget. Maar dat mogen ze niet zien, Hoe ben je eraan gekomen? Ik was dus echt, toen ik hier net was, moest ik een keertje de keuken opruimen. En toen ik de keuken aan het opruimen was, zag ik allemaal vieze dingen in dat laadje, in die laadjes. De keuken stonk heel erg, er lag allemaal beschimmeld eten. Ik snap niet dat dat nog nooit was opgeruimd, maar er lagen heel veel vieze aardappotjes. Die heb ik allemaal door mijn toilet gespoeld ook daarna. Maar er lag ook een klompje goud tussen dus. Oké, die moet je heel goed bij houden, ja? En aan niemand laten zien. Nee, dat was ook de bedoeling. Totdat jij er kwam ineens en zat van... Hé, ik ga de bewakers erbij halen. Oké. Ja, nou, ik zou wel een ruil willen doen met iets. Hoezo een ruil? Nummer 14 en nummer 9. Kunnen jullie meekomen? We praten zo wel verder. Loop maar gewoon mee. Ja. Het was zo gezellig aan tafel vandaag. Je wil niet weten, meneer de beveiliger. Het was zo leuk. En we hebben het gehad over... Hey, die deur knalt gewoon in mijn gezicht, joh. Maar we hebben het gehad over de kermis. En over eentjes vissen op de kermis. Klinkt heel leuk. Maar jullie gaan nu even aan het werk. Oké, ik kom al rustig aan, joh, met je aan het werk. Zoomy! Meneer. Hier blijven. Ja, ik kom al. Jullie mogen alle kool uit deze berg weg gaan hakken. Hoe moet ik dat weghakken? Moet ik dat met mijn... Auw, mijn vuist! Oh! Ah! Meneer. Dat doet pijn. Oh, moet ik het hiermee hakken? Succes. Moet ik al dit kool gaan hakken? Ja. Niet miepen aan het werk, kom op. Oké, ik ga al. Moet ik hier beginnen, gewoon onderaan? Zeker. Oké. Ik heb er één. Aan wie moet ik dit geven? Aan u? Ja, nee, geef aan mij. Aan u? Dat is duidelijk. Ja. Alsjeblieft, meneer, één stukje kool voor u. Dankjewel. Moet al die stukken kool in één keer gehakt worden. Ik heb er nog één. Ik leg ze gewoon allemaal hier neer. Waarom ben jij niet aan het hakken? Waarom ben je zo naar buiten aan het kijken? Wat is er hier buiten? Niks. Ik kan gewoon naar het bos kijken vanaf hier. Mooi, hè? Het is zo mooi. Ik wil daarheen. Ik wil naar buiten. Ik wil naar de vrijheid. Ik wil naar huis. Ja, ik zou ook wel eens een keer wat willen. Sorry. Ja. Maar waarom ben jij niet mee aan het hakken? Ben ik wel aan het doen. Kijk maar. Nee, je doet helemaal niks. Ik zie jou naar de grond zitten staren of zo. Ja, goed zo. Ga maar hakken. Hakken. Je hakt het niet eens om. Volgens mij moet jij ook even aan het werken. Hey, samen thuis werken. Jij doet beneden. Doorhakken. Oké. Ik doe beneden. Jij doet alles boven, ja? Dan zijn we sneller klaar. Ik ga alvast aan de slag hier zo. Ja, ik werk al door, meneer de beveiliger. Hier, ik heb er nog eentje voor u. Ja, dankjewel. Dit gaat zo lang duren. Met hem ook zeker. Ben je nou nog steeds
bezig met die ene. Je wil gewoon mij al het werk... Hier, dat dacht ik. Je wil gewoon mij al het werk laten doen, hè? Nee, zeker niet. Hier, nou, goed zo. Gelukkig maar. Ik heb weer een stukje voor u, alstublieft. En dat is hier nog een stukje. Schiet ze op. Tempo. Ja, wat nou schiet eens op? Jij bent een uur bezig met één blokkie. Oh, nee hoor. Je moet gewoon wat sneller zijn. Ik ben al klaar. Je bent al klaar? Hier is nog... Hak die dan om. Wat doe je? Nee, die stop? Mag jij gaan hakken. Nee, die moet ik niet gaan hakken. Ik heb er al één bij, maar die is super zwaar, dus die ga ik nu inleveren. Ga maar hakken. Succes. Doei. Ik heb die speciaal voor jou overgelaten. Kijk, alstublieft. Dankjewel. Jij mag hakken. Jij mag het doen, aangezien jij nog bijna niks hebt gedaan. Hakken! Jij mag het gaan hakken. Die vechter. Au, maar hij is niks aan het doen. Zeker wel. Nee, hij laat mijn probleem. Alles opknappen. Meneer de beveiliger, hoezo laat nou, tempo, aan het werk. Kom op. Stop eens met je aan het werk. Je doet zelf helemaal niks. Dit is oneerlijk. Hier, ik heb er nog eentje voor u, alstublieft. Ja, ik ben trots. Dan moet ik zelfs hierin kijken of er hier wat zit. Nee, hier zit helemaal niks. Oh, hieronder ook niet. Nee, volgens mij hebben we alles, hoor. Ik denk het wel. Ik heb nog heel wat steentjes trouwens over. Zit er hier nog wat onder? Oh, er zit er nog eentje. Goed bezig. Je doet helemaal niks. Ga die ene hakken dan. Nee, die mag jij gaan kijken. Oh, dan doe ik het wel. Dan zijn we er eindelijk een keer klaar mee, joh. Jezus, hé. Het duurt nog eens een partijtje lang. Ik heb bijna alles zitten hakken hier zo. Die meneer hierachter heeft niks gedaan. Hier, je stukje kool. Neem het. Doe ermee wat je wil. Oké. Okay. Ik ben klaar. Neem je pickaxe. Neem je steen. Ik wil dit nooit meer doen. Zeker niet met hem. Okay. Kan normaal doen, hè. Ik doe normaal, hij doet niet normaal. We moeten vrienden blijven, hè, vrienden. Nee, hij laat mij alles doen elke keer. Ah ja, het werk is in ieder geval gedaan. Is alles weg? Ja, als het goed is wel. Ja, even kijken hoor. Ja, 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 goed gedaan. Dankjewel, wat is het ook alweer? Ja, ik ben zo vergeetachtig. Jij en hij. Nou, kom. Ja, ik kom al. Hier. De buitenplaats. Moeten we nou weer hier zitten? Ja, lekker sporten. Dat is tenminste de plek wat ik het leukste vind van de gevangenen. Ja, zo leuk is het hier ook weer niet, maar dit is tenminste nog een beetje buiten, weet je wel. Ik hou niet zo van dat binnenzitten. Hier heb je nog een soort van het gevoel alsof je buiten bent. Ook al heb je alsnog al die tralies en zo om je heen. Ja, daar word je ook niet altijd blij van, hè. Die zijn gelijk weer aan het praten. Geen idee wat die allemaal aan het doen zijn met z'n tweeën. En die staan daarachter lekker te praten. Alex. Ja, wat is er? Oh, ik kom al. Hoef jij nog een koekje? Ik wil ook een koekje. Moet je beter je best doen. Harder werken. Hoezo beter je best doen? Jij doet niks. Jij moet gewoon harder werken. Oké, maar... Jij had iets voor me, zei je net. Ja, als jij iets voor mij hebt. Ja, ik heb dat goudklompje. Dat hou me uit je handen. Oké, ja, oké. Maar wat wil je ervoor bieden, zeg maar? Ik bedoel, wat heb je? Niks, jij gaat hem gewoon geven aan mij. Nee, ik ga hem niet zomaar geven. Jij zegt net dat je wat te bieden had. Ik ga hem niet zomaar geven, ik ben toch niet gek? Ik heb je die gevangenen laten zien, hè? Waar mijn vriend zat. Waarom zou ik jou dat goudklompje geven als je me elke keer in elkaar aan het slaan met elke keer aan het lessen? Vind ik ook. En, inderdaad. Die voetbalwedstrijd was leuk, hè? Van vijf jaar terug, toen jij nog niet in de gevangenis zat, hè? Ja, die was zo gaaf. En, dat ze toen die bal overpaasde en dat ze toen die deal maakte. Goed, ik heb jou verteld, hè, over die vriend in de gevangenis. Ja. Ik heb van hem iets heel, heel speciaals gekregen, ja? Dus jij hebt heel veel waard. Heb jij een diamantje? Soort van. Nou ja, absoluut niet, maar een soort van diamant? Het heeft superveel waarde, maar ik weet niet waarvoor ik het kan gebruiken. Wat is het dan? Hoezo heeft het dan veel waarde als je niet weet waar je het voor kan gebruiken? Heeft hij er wat over gezegd of zo? Ja, heel veel. Oké, wat dan? Let op. Wat is dat? Een boekje. Een boekje. Doe je nou zo speciaal over... Het is niet zomaar een boekje, er staat iets heel speciaals in. Dit is een stuk goud wat ik bij hem heb. Ik ga dat toch niet kopen voor een boekje? Nee, luister dan. Hij zegt dat het meer waarde heeft dan goud. Een boekje, meer waarde dan goud. Ben je me nou hier aan het oplichten of... Nee, zeker niet. Wil je ruilen of niet? Wat staat erin? Ja, alleen als je ruil doet, anders niet. Dan pas kom ik erachter wat erin zit. Zeker. Moet ik heel even nadenken, hoor. Ik kan er niks mee. Misschien dat jij er iets mee kan. Ik denk erover na. Je moet het nu zeggen. Okay. Nu of niet. Nu of niet. Ja, ik weet ook niet wat ik met dat stuk goud verder kan. Weet je wat? Prima. Doe het maar. Nummer 14, nummer 9. En het einde van die voetbalwedstrijd. Zo gaaf dat die club toen gewonnen. Wat is er, agenten?
Ja, inderdaad. Kom er even mee. Oh, ik kom al. Oh, nee. Oh, waar moeten we heen? We gaan terug naar Rochelleblok. Oh, ik ben helemaal klaar met dat cellenblok. Ik wil naar huis. Ik wil hier niet zijn. Dat heb ik al te vaak gezegd. Maar ik wil naar huis. Oh, wat moet ik hier nou weer doen? Nou, naar binnen. Ja. Leuk ben je. Jij bent vast de leukste thuis, hè? Ja. Jongen, oké. Okay. Nog een fijne dag. Nou, dank u wel. Hoi. Psst, kom mee. Ja, ik kom. Alle beveiligers gaan weer weg. Oh, er staat nog één beveiliger. Is het slim om daar te staan? Want die beveiliger kan ons daar misschien horen. Onder de trap misschien? Ja, dat is een betere. Wow, en toen de herhaling van de voetbalwedstrijd... Oh, schat weg. Zo vet was die herhaling. Oké, ze is weg. Oké, kom hier achter, want er hangt daar nog een camera. Hier hangen geen camera's. Daar ook. Ja, hieronder. Oké. Dat boekje voor dat stuk goud, zeg jij dus? Zeker, ja. En je ligt me niet op? Nee. Pinkies weer. Oké. Au! Oké, pinkies weer. Ja. Dat was met Pinky, hard Pinky. Maar oké, hier. Alsjeblieft, het ligt daar. Ja, dankjewel. Dit is niet slim wat ik nu doe. Mag ik het boekje? Wat is er? Is er beveiliging? Nee, die camera draait nu. Oké, hier. Hier heb je hem. Niks aan de hand, ja? Dankjewel. Misschien kan je wel mee. Oké. Ja, hallo! Hallo! Wat is er, meneer? Nou, we gaan weer naar de celletjes toe. Oké. Ik ken het proces onderhand wel. Hoe gaat de deur open? Ja, dat weet ik nog niet alleen. Dank u wel. Hey, hoi. Doei. Ik hier nu al inkijken. Ik heb dus echt geen idee waar dit mee te maken zal hebben. Al die beveiligers zijn iedereen nu naar binnen aan het brengen. Oké, we luisteren gewoon naar ze. Maar wat zit er hierin? Ik ga het gewoon hierachter lezen. Wat? 0014. Wat moet ik met 0014? Vier cijfers. Wat kan ik met vier cijfers? Heb ik letterlijk een boekje gekocht met 0014 erin? Voor een stuk goud? Wat kan ik hiermee? Ik heb geen idee. Ik hou hem lekker in mijn inventory voor nu nog eventjes. Welke cel? Wie is dat? Wie is dit? Oh my... Hallo? Hallo? Dennis! Wie ben jij? Wat kom jij hier doen? Ik kom jouw cel inspecteren hier. Zit je nou bij de politie? Wat is dit? Alex, even zachtjes, oké? Ik zit bij de politie. Ik ben gisteren aangenomen. Ja? Ik kom je hier uithalen, Alex. Hoe dan ook. Ik kom je hier uithalen, maar... Ik wist dat je zou komen. Ik wist het. Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Alex, hoe gaat het met je? Slecht. Ik zit hier met een of andere boze meneer de hele tijd. En... Oh, die taser mag weg, hoor. Af en toe moet ik je even een beetje indruk maken. Afstand houden, alsjeblieft. Ja. Sorry! Dat dacht ik. Goed, beveiliger. Oh, je bent zo'n gemene beveiliger. Dennis, die gemene meneer daarachter. Er zit nog een gemene meneer daarachter in de gevangenis. Ik weet zijn naam nog steeds niet. Hij heeft ook een oranje pak aan. Heeft hij een diepe stem? Een hele diepe stem? Ja, hij zit er zo achter. Maar ik vind hem heel... Ik vind hem niet zo aardig, maar hoezo? Ook weer wel. Hallo? We hebben de hele tijd ruzie, maar... Gaat alles Hallo? Goed hier? Ja, komt helemaal goed hier, hoor. Maak je geen zorgen. Ik even hier kijken. Ik schiet op. Die meneer die zit me de hele tijd te slaan en dan zit ik hem terug te slaan en dan komt er allemaal ruzie. Maar soms werken we ook weer samen, maar soms laat hij mij weer alles doen. Ik vind het helemaal niet leuk. En de agent of de gevangenen? Nee, die gevangenen. En dan komen die agenten me ook de hele tijd slaan. Ik zit onder de blauwe plekken op mijn arm. Ja, is ik niet zie normaal. Het. Ik zie het. Het is helemaal niet fijn. Dus het gaat niet goed met je. Nee, ik wil hier weg. Ik vind het niet leuk hier. Ik ben niet gemaakt voor de gevangenis. Nee, kijk dit petje ook. Je hebt een grijs petje hier. Ja, ik wou een petje. Ik had het ze nog gevraagd, maar ik kreeg het helemaal niet. Ja, thuis heb je een paars petje. Alhoewel, ik heb al een blauwe voor je gekocht voor als je terugkomt. Waar? Ja, ik beloof het. En ik beloof, ik ga er alles aan doen om je hier uit te krijgen, oké, Alex? Maar je moet doen alsof je me niet kent, oké? We kennen elkaar niet. Er is nog één ding. De beveiliger kijkt er. Ja, ik luister al. Het komt goed. Ik pak mijn taser erbij anders, hoor. Hé, ik ga met die taser, meneer de beveiliger. Ja, ook dan niet aan me zitten. Sorry. Het spijt me. Oké, ze zijn weg. Ja. Maar weet je wat er dus een paar dagjes terug is gebeurd? Nou? Ik was... Ze gingen mij verhoren. Ze gingen allemaal dingen vragen of ik dingen had gedaan. Jij bent jij daarover gesproken te hebben? Ze zijn... Eerst heet het nee. En wat, ik ben ook overhoord en ze hebben het huis onderzocht, maar ik heb alle spullen opgeruimd. Alleen is wel een klein probleempje. Wat dan? Ze hebben meneer Kippie en Zoomy meegenomen. Maar meneer Kippie heb ik al gevonden hier. Alleen van Zoomy... Is die niet terug?
Meneer Kippie is hier in de gevangenis. Ja, maar luister, weet je wat er dus gebeurde? Ze gingen me helemaal overhoren met ja. wapens, pistolen. Ja. En ik was helemaal bang in die stoel. Nou, eerst niet eigenlijk. Want ik dacht gewoon van ja, ik ga gewoon ontkennen. Ik ga gewoon zeggen dat ik het niet heb gedaan. En hopelijk mag ik dan vrij. Toen kwamen ze binnen met meneer Kippie en Sumi. Ja. En die ene beveiliger zegt zo van, dus heb je het gedaan? Ik zei nee. En die andere boze beveiliger, die pakte zijn wapen en die schoot één keer op Sumi. En toen werd Sumi boos en kreeg die rode oogjes. Hij was helemaal verdrietig. En toen, bam, nog een keer. En toen was Sumi dood. Nee! En gisteren heb ik hem begraven. Dus dat was dat bordje wat ik zag vanmiddag. Ja. Sumi is dood. Je hebt hem begraven, hij is dood. Ja. Nee. Maar wie heeft dat gedaan, Alex? Wie? Ik weet niet hoe die heet. Oké, ik weet iets anders. Als ik zo meteen wegga, oké? Na de celleninspectie. Oh, beveiliger! Zo! Ik luister al! Afstand houden! Ja, sorry. Pieter, gaat het een beetje goed hier? Ja, gaat helemaal goed hoor. Ik ben bijna klaar. Nee, het gaat niet goed. Ik vind het helemaal niet leuk! Nee, je moet afstand houden hier. Je hebt niks te vullen. Ja, ik sta in de hoek! Ja, het komt goed. Ik kom er zo aan, ja? Het was die beveiliger. Was dat niet hem? Die laatste, maar die andere, die zo zat van, gaat alles goed? Oké, okay, dat was hem. Hij heeft hem doodgeschoten. Oké, Alex, hoe dan ook, we gaan wraak nemen, oké? Maar je moet me iets beloven. Okay, ik werk nu bij de politie. Je moet doen alsof je me niet kent als ik hier kom, oké? Jij bent nooit de meest enge beveiliger die ik ooit heb gezien. Doe alsof je nooit mijn naam noemen, oké? We kennen elkaar niet. We zijn geen vrienden. Ik heb het sowieso nog nooit gedaan, Dennis. Tuurlijk niet. Alex, dit gaat even pijn doen, maar het moet helaas. Heb je nog iets te zeggen voordat ik wegga? Ik kom je halen, oké? Ik beloof het. Ik kom je halen. Kun je meneer Kippie alsjeblieft wat te eten geven? Heb ik gedaan vandaag, Alex. Het komt goed. Dankjewel. Ik kom hier vaker. Alsjeblieft goed in de gaten. Laat hem soms ook een keertje uit. En elke dag moet hij een paar zaadjes krijgen. Ja, en een beetroot vindt hij het lekkerste, maar die zijn moeilijk om te krijgen. Misschien dat je die ergens ooit voor hem kan kopen, want ik vind het heel zielig voor hem. Het komt goed, Alex. Ik beloof het. Ik zorg dat er niks gebeurt met meneer Kippie. Oké. Maar... Oh, nee. Meneer, afstand houden! Moet je nog graag meekomen? Ja, hij deed bij de hand! Shirt! Fijne dag, hè, meneer? Oké, ik ben klaar. Zo, ja, hij sloeg me, dus ik moest mijn taser gebruiken. Mijn excuses, heren. Maar zo gaat dat hier. Ik kan naar huis, toch? Ja. Ja, ik vind het een lange dag geweest. Kunt u me brengen naar de uitgang? Daar gaat hij. Nee. Oh, nee. Maar dit is een goed teken. Dennis wil mij dus sowieso redden. Maar wat moet ik nu met dit boek? Oh my god, ik heb een idee volgens mij. 0014. Vaak is het zo dat 4 getallen... een code is. En oké. Kijk naar een beveiliger. Nee, de beveiligers zijn net allemaal weg. Ik zet deze even hiervoor. Dan kunnen ze het niet zo snel zien. Hallo. Hier is niks aan de hand hoor. Loop maar door. Ik ga gewoon zo slapen. Oké, ze hebben het net niet kunnen zien omdat ik ervoor stond. Maar let goed op wat ik hier ga doen. Ik ga hier naar beneden. Ik blijf wel gecrouched een beetje. Zodat ze me niet kunnen zien. Maar oké. 0014. Wat nou als dat de code is van deze geheime kluis die hieronder zit? Dan was dat ene goudklompje het sowieso meer dan waard. Oké, kom op. Oh nee. 0014. Wat? Nee. Oké, dit moet ik laten liggen. Ik heb de code, maar ik laat het erin liggen. Oh my god. Rustig doen, Alex. Rustig doen. Bewakers mogen me niet horen. Andere gevangenen mogen dit zeker niet weten. Zeker niet die boze meneer hier voor mij, die gevangenen. Er ligt letterlijk een mes in die kluis. Oké, ik heb niks gezien. Het boekje gaat weer lekker weg. Ik ga lekker slapen. Slaap lekker allemaal. Oh, dit is niet zo. Dit is een beetje hard, denk ik, voor iedereen die slaapt. Oh, ik ga tenminste mijn bedje in. Het was een lange, lange dag vandaag. Het is weer een nieuwe dag hier in de Minecraft gevangenis. Waarom word ik hier nooit uitgehaald? Ik wil hier weg. Ik word echt steeds meer verdrietig. Ik wil gewoon naar huis. Ik wil naar meneer Kippie toe. Meneer Sumi, die is er niet eens meer. Die is doodgeschoten een tijdje terug door een beveiliger hier in de gevangenis. Wat trouwens ook echt volkomen onterecht was, want Sumi had niks misdaan. Eigenlijk moet ik een keer misschien een aanklacht indienen tegen die beveiliger die dat heeft gedaan. Ik denk dat dat wel slim zou zijn. Misschien kan hij dan ook wel naar de gevangenis gaan namelijk. Oeh, laten we het hopen. En ook heb ik hier nog onder mijn bedje. Oké, kijkt er iemand? Nee, volgens mij ligt iedereen nog te slapen.
slapen, dan haal ik dit even weg. Want hier onder mijn bedje ligt namelijk een geheime kluis. En een tijdje terug heb ik dit boekje gekocht. En daarin lag letterlijk de code voor deze kluis. Was wel 0014. En in deze kluis lag dan ook 0014. Gewoon een mes en 3 touwtjes. Ik weet niet wat ik moet doen met 3 touwtjes, maar ze liggen er. Maar dat mes, dit kan zo goed zijn letterlijk. Dat is niet normaal. Maar oké, ik denk wel dat ik snel naar boven moet. Ik moet snel alles terugzetten. Dat boekje moet bij me houden voor als ik ooit de code verlies. Want ik zie dat al wel weer voor me, dat ik gewoon die code ineens vergeet. Maar wat zit er hier? Oh, hier liggen ook nog allemaal flesjes in, touwtjes. Nummer 14, ben je al wakker? Nee, ik ben nog niet wakker. Ik lig te slapen. Laat me slapen. Nee, je gaat naar buiten, je gaat eten. Dat is die stomme beveiliger die Zoomy dood heeft geschoten volgens mij. Ik hoor het aan zijn stem. Oké, ik moet eten. Maar mag ik al naar huis, meneer de beveiliger? Nee, je blijft hier gezellig. Hoezo? Ik vind het helemaal niet gezellig hier. Jij bent niet gezellig. Jij bent de hele tijd zo onaardig tegen mij aan het doen altijd. Ik vind het wel gezellig. Hoezo vind jij dat gezellig? Oh, ik kom al. Oh, daar is hij ook weer. Oh, meneer! Meneer! De deur! Dank u wel. Doorlopen dan. Ja. Ik loop door. Ik doe mijn best met lopen, oké? Goedemorgen, meneer, waarvan ik de naam nog steeds niet weet, omdat je hem nooit wil vertellen tegen mij. Nee, dat wil ik zeker niet. Hallo, mevrouw. Hallo. Mag ik alsjeblieft wat eten? Ik heb een beetje honger. Oh ja, en dorst, dat is ook lekker. Oh my god. Heb je een taart gebakken? Zeker weten. Dankjewel. Oh, daar had ik zoveel zin in. En een paar aardappotjes. Dit zijn toch niet van die beschimmelde aardappotjes stiekem, hè? Nee, tuurlijk niet. Dankjewel. Er zijn tenminste nog een soort van aardige mensen hier zo in die gevangenis. Ik bedoel... Heet smakelijk. Dankjewel. Ja, die beveiliger daar verderop, dat is hem niet, maar de ene die net met me meeliep, die vind ik altijd heel onaardig. Goedemorgen. Ik ga lekker op mijn deel van de bank zitten. Dit gedeelte is van mij, dat hadden we besproken, toch? Mm-hmm. Oké. Nou, wat heb jij gegeten als ontbijtje? Wat heb jij gekregen? Een koekje. Een koekje? Ik heb wat beters gekregen. Weet je wat ik heb gekregen? Nee, boeit me ook niet. Hoezo? Het boeit je niet. Kijk eens wat ik heb gekregen. Ik heb een mooie taart gekregen. Nee. Niet opeten. Ik wil de taart hebben. Mag ik hem terug, alsjeblieft? Alleen als je mij wat gaat vertellen. Wat dan? Wat heb je met het boekje kunnen doen? Met dat boekje? Niks. Jij zei dat ik er niks mee kon. Jij wist niet wat ik er mee kon. Hoe moet ik dan weten wat ik er mee kan? Geen idee. Ik bedoel, misschien ben je iets tegengekomen of weet ik veel? Nee, ik ben helemaal niks tegengekomen. Denk ik. Oké. Okay. Ja, mijn taart! Dankjewel! Ik heb hier zoveel zin in. Moet alleen nog een beetje een plekje krijgen in mijn buikje ervoor. Maar die komt wel. Ik ga eerst gewoon lekker mijn glaasje water opdrinken. Lekker. En ik heb ook nog aardappeltjes gekregen nummer trouwens. 14, naast mij lekker. Nummer 9. Ja? Je mag lekker naar buiten. Ja, naar buiten! Mogen we buiten spelen? Ik kom mee. Jeetje, die deur gaat bijna in mijn gezicht, joh. Even kijken. Oh, de deur gaat open. Hallo, man! Oké, de beveiligers staan er alweer. Gezellig. Ja, supergezellig. Waarom ook niet? Ik begin er een beetje aan te wennen, het gevangenisleven. Dat wel, maar alsnog wil ik hier weg. Ik weet niet hoe het met jou... Kom even die kant op. Alweer? We hebben dit vorige keer het al besproken. Ja, maar ik word helemaal gek van al die beveiligers. Die beveiligers die zitten de hele tijd altijd in die hoek. Die zitten een beetje met elkaar te praten. En ik hoor ze soms een beetje roddelen over ons of zo. Alsof ze ons niet mogen. En dan zit ik zo van, wat hebben wij nou weer gedaan dat je ons niet zou mogen? Alles. Hoezo alles? Ik heb hier niks misdaan. Hoe ga je me nou uitlachen? Ik wil gewoon naar huis. Ik heb hier niks te zoeken. Ik hoor niet thuis in de gevangenis. Maar zij willen me er niet uitlaten. Denk ik. Dat denk ik ook niet. Maar hoe moet ik hier dan uitkomen? Hoe is die vriend van jou eruit gekomen? Je had het namelijk een tijdje terug over een vriend van jou. En die is er wel uitgekomen. Ja, hij is ontsnapt. Ja, maar hoe? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik zit hier om me heen te kijken. Ik zie daar een mokerhoge muur waar ik nooit van mijn leven over kan klimmen. Ik bedoel, ik ben niet eens zo sterk. Ik kan niet eens klimmen. Let op. Nee, dat lukt me niet eens. Ik heb geen idee. Misschien was hij gewoon beter in klimmen. Hey, wat zou jij nou doen? Niks hoor. Ik ben wie aan het laten zien hoe hoog ik kan springen. Oké, beter. Hoe hoog kunt u springen? Kijk. Wee! Nou, dat gaat u denk ik niet zo aan. Oké, nou, jij hebt ook weer lekker de bui vandaag. Ga maar lekker bij je vriendje staan, joh. Jongen. Die beveiligers soms ook. Kijk, ze allemaal staan daar dan. Ze houden ons niet eens in de gaten. Ze zijn niet eens goed in hun werk. Kijk dan.
gaan. We zijn gewoon een beetje met elkaar aan het kletsen daar. Net zoals wat wij aan het doen zijn. Ik wil net zeggen, dat zijn wij ook aan het doen, dus... Ja, maar eigenlijk zijn dit wel de momenten waar we gebruik van moeten maken om ooit eens te kunnen ontsnappen. Ja. Maar jij hebt ook geen één idee hoe we hier ooit uit zouden moeten komen, denk je? Ik heb echt geen idee. Ik heb van alles al geprobeerd, maar er is trouwens sowieso nog één ding wat ik wel wil doen. Zie je die beveiliger daarboven, helemaal daarboven? Hij staat daar verderop in de bovenkant. Ja, ik zie hem. Hij is dus degene die mijn huisdier bij Sumi heeft vermoord, waar ik zo van hield. Ga nou weer beginnen over die stomme bij. Stop nou een keer met uitlachen over Sumi, oké? Ik vind hem helemaal niet aardig. We gaan niet vechten, hè? Nee, maar hij doet zo stom soms. Dan gaat hij lachen over dingen waar hij helemaal niet over hoort te lachen. Want dat doet me pijn en... Dus je mag geen ruzie maken. Loop maar door. Helemaal geen zin in jou. Jou zeker niet. Laat mij geen opdrachten geven. Jazeker wel. Loop nou eens gewoon door. Ik wil je... Nee. Wat je doet. Nee, niet weer. Mij geen opdrachten geven, oké? Oké. Je ging gewoon voor me staan. Je wou me gewoon helpen. Ja. Maar sinds wanneer? Sinds ik je een beetje leer kennen. Dank je wel, denk ik. Maar oké, wat ik dus wou vertellen. Die beveiliger heeft mijn bij Sumi dus vermoord. En ja, ik weet niet hoe ik wraak kan nemen. Maar wat ik wel kan doen, denk ik, is gewoon rechten gebruiken. Ik wil hem aanklagen, denk ik. En dan misschien dat hij ook naar de gevangenis moet. Want dit kan toch niet door de vingers zomaar? Hij schiet gewoon een onschuldig beestje zomaar voor mijn neus dood. Ja, het is niet de bedoeling, maar heel eerlijk, het maakt mij echt niks uit. Ik praat er ook wel niet meer met jou over. Ik ga naar die beveiliger toe die wel een soort van aardig is. We kunnen hem in elkaar mappen. Dat is een goeie, maar zullen we dat later doen? Ik wil eerst even naar die beveiliger toe. Hij staat... zij staan nu met z'n tweeën. Kan jij die boze beveiliger afleiden? Ik wil met die andere meneer, die oudere meneer praten, ja? Ja, is goed. Dankjewel. Kom. Ik heb een idee. Wat dan? Hey, hallo! Wat moet je? Hey! Mag ik met jou eens even praten? Met mij? Ja? Oké, dat is kom goed. Eens. Nee, ik moet die ander hebben. Ik moet die ander. Oh, ik moet hem meenemen. Sorry, ik hou jullie allemaal door elkaar. Ik heb jou nodig. Zou ik jou eens even mee spreken? Ja. Waarvoor? Ja, het is belangrijk. Kom gewoon even mee. Top. Hallo, meneer de beveiliger. Meneer de beveiliger? Hoezo, meneer de beveiliger? Ik ben toch een beveiliger? Ja, een soort van. Maar ik ben hier gewoon... Ja, ik ben geen beveiliger, zeg maar. Ik ben gewoon de vriendelijke persoon. Vriendelijke eigenaar. Oké, meneer. Ik wil u wat vragen. U bent inderdaad wel een van de aardigere mensen hier. Ja. Die meneer, de bewaker waarmee... Kunt u heel even meelopen, alstublieft? Ja. Die meneer, de beveiliger waarmee u net zat te praten... Ja. Die heeft een tijdje... Ik weet niet of u ervan op de hoogte was, maar... Hij heeft mijn huisdier bij Sumi doodgeschoten. Nee! Ja, en Sumi was mijn lievelingshuisdier... Een van mijn lievelingshuisdiertjes. Hij staat gelijk bij meneer Kippy, of nou ja, stond. Want Sumi is er niet meer en ik mis hem. En ik kan hem niet meer terugkrijgen, maar... Jeetje, dat gaat er niet goed aan toe daar. Oh. Maar, ik wou wat vragen. Ik wil een rechtszaak tegen hem starten. Ik vind het namelijk oneerlijk wat hij heeft gedaan. Ja, maar... wie had het gedaan dan? Hij, links. De beveiliger links. Waarmee u net zat te praten. Of bent u dat nu alweer vergeten? Oh, ja. Dat is, ik vind het ook wel een beetje een klooien, hoor. Ik vind het helemaal niet aardig. Kan dat misschien dat we een rechtszaak tegen hem starten? Tuurlijk! Kom! Ja! Kom, we kunnen er meteen naartoe, joh. Waarom ook echt niet? Waar? Ja, joh. Waarom ook niet? Dat is top. Oké, dank u wel. Ja, kom. Ik volg u, meneer. Ja. We gaan naar de rechtszaal. Oké. Wat gaan ze doen? Rechtszaak. Nee, we gaan eerst de keuken schoonmaken. Moet ik de keuken schoonmaken? Jij en nummer 9. Ik dacht dat ik met hem mee mocht. Eerst de keuken schoonmaken. Oké. Ja, daarna. Dan maak ik maar alles klaar. Oké, dat is top. Moet ik nu hem volgen? Ja. Oh nee, daar gaan we weer. Oké, hallo meneer. Die kant op. Ik kan het ook een keer aardig vragen. Je vraagt het nooit een keer aardig tegen mij. Oké, ik loop al. Waarom ben ik al de hele tijd bang voor die taser? Hij doet de hele tijd zo stom met die taser. Oké, ik kom al mee. Moeten we hierin? Daar gaan we weer. Eeuw, het stinkt weer heel erg hier. Wat maken jullie hier allemaal? We komen terug als alles schoon is. Oké. Het is volgens mij een beetje gelukt. Ik heb de rechtszaak aangevraagd bij die meneer. En hij gaat het nu regelen, terwijl wij hier zijn. Eigenlijk mocht ik daar gelijk al heen, maar die stomme beveiliger heeft ons nu hier naartoe gestuurd. Maar we moeten weer alles opruimen. Ja! Dat is dus wat er zo erg stinkt. Dat zijn weer die verrotte aardappelen. Hoezo verrotten al die aardappelen hier steeds? Ik ga ze wel allemaal meenemen, maar... Oh, dat zit
mijn hele handen weer helemaal onder die vieze zooi de hele tijd. Oh, ik neem ze allemaal mee. Het zijn er 7 in totaal. Wil jij een verrotte aardappel hebben? Nee, alsjeblieft niet. Ja, ik wil ze ook niet. Ruik ze eens. Die moet je eten, hè? Die ga ik niet eten. Jawel, want dan krijg je superkrachten. Ik krijg dat nog niet eens dicht bij mijn gezicht, joh, die vieze aardappelen. Kunnen we die niet hier even erin gooien of zo? Zo, weg ermee. Ik ga hier ondertussen even kijken. Okay. Wat zeg je? Ik ga hier even kijken. Ja, is goed. Maak jij het daar schoon? Ik kan al die aardappelen even weg. Oh, die is toch goed. Die moet ik denk ik laten liggen. Die kunnen ze nog een keertje bakken. Oh, dit is zo vies. Ik wil dit niet meer doen. Daarom wil ik ook weg uit deze gevangenis. Ik krijg de hele tijd alle rotklusjes. Die spinnenwebben moeten denk ik ook allemaal weg. Waarom zitten er zoveel spinnenwebben in die kastjes? Dat is niet normaal. Hier zitten er ook super, super, super veel. Oh, nee. En hier ook nog. Dat zit dan ook allemaal aan die aardappelen vast elke keer. Hier zie ik ook nog een spinnenweb zitten. Weer in deze hoek. Hoe komen al die spinnetjes hier toch? Oh, dit gaat zo lang duren met weghalen altijd. Hé, hey, moet je eens kijken. Sorry. Ik was net aan het hakken. Oh, dat ging per ongeluk. Oh, kijk, ik heb een koekje gevonden. Een koekje? Nee, ik wil het koekje. Oh. Maar ik heb trouwens nog een lekkere taart. En die heb jij niet. Ha. Lukt alles hier binnen? Ja hoor, gaat perfect. Een beetje opschiet alsjeblieft. Ja, ik doe mijn best, oké. Is de hele koelcel al schoon? Meneer? Ja, die zijn helemaal schoongemaakt. Ja. Oh, oké. Dat is super. Oh, dan moeten we denk ik alleen de spinnenwebbetjes hier nog weghalen. En dan zijn we hopelijk klaar. Dit duurt altijd zo lang alleen. Oh, hij is bijna weg. Kom op. Ja, oké, die is weg. Die ladder is niet zo fijn om op te staan. Ik word er een beetje bang van, zo hoog is het. En hier zo hebben we dan ook nog 1 spinnenwebbetje. En dan zijn we klaar. En dan kunnen we dus naar de rechtszaak gaan. Ik heb hier zoveel zin in om die aanklacht in te dienen tegen die stomme politieagent / beveiliger. Ik mag hem gewoon niet. Sinds dat ik hier ben, doet hij al super gemeen tegen mij. Nou, het spinnenweb is tenminste weg. Het is klaar! Toch? Okay. Wacht, ik heb nog een paar dingetjes. Die moet ik nog eventjes doorspoelen, denk ik. Even kijken, hoor. Dat gaat daar erin en dat daar op een keertje. Zo, dat is doorgespoeld. Oké, volgende maag. Ja, ik kom met u mee. Waar gaan we helemaal heen, meneer? We gaan naar de rechtszaal. Waar is dat eigenlijk? Hierboven. Ik ook? Ik denk moet het. Ik er ook een. Beide volgen. Oké, ik kom mee. Oké, wat is dit? Celblok B. Is hier nog een cel? Is dat nou mijn oude buurvrouw? Dat is mijn oude buurvrouw. Wat doet zij hier nou weer? Wel op, meneer. Ik kom al. Wat is hier? Hallo, buurvrouw! Hallo! Hey, Alex. Wat doe jij hier? Ja, ik hoorde dat er een rechtszaak was tegen jou. Nee, niet tegen mij. Voor mij. Tegen de beveiliger. Je weet toch wel mijn huisdier bij Chizumi. Ja? Oké, er is dus wat mee gebeurd. Er is 1 beveiliger hier. En ik heb helemaal niks gedaan. Maar hij heeft mijn huisdier bij Sumi doodgeschoten. Doodgeschoten? Ik helemaal niks heb gedaan. Echt? Ja, en hij deed hem gewoon uit het niets. Dus daarom vind ik dat het tijd was om hem aan te klagen eigenlijk. Het is die meneer daar met die snor daarvoor in. Oh, je hebt groot gelijk. Ik hoop dat je een hele grote straf krijgt. Ik hoop het ook. Je moet van Sumi afblijven. Hij was zo lief bij. Ja, inderdaad. Oké, daar gaan we dan. Wat is dat schilderij ook daar, joh? Dat is een varken. Ja, dat is bij de bruiloft was dat. De bruiloft? Van wie was die bruiloft? Ja, van mij. Dat was jouw bruiloft. Wie is die vrouw en wie is dat varken? Ja, die vrouw is van mij en ik zit achter dat varken. Dat is een masker. Hoezo had je een varkensmasker op? Wou je niet met haar gezien worden of zo op de bruiloft en op de foto's? Ik dacht, het is wel grappig. Oh, je bent me er ook eentje. Hoeveel jaar is dat nog niet geleden? Het ziet er zo ouderwets uit, die jurk en zo. Gisteren. Je bent gisteren getrouwd. Ja. Met een varkensmasker. Ja. Nou, gefeliciteerd, denk Dankjewel. Ik. Maar waar mag ik plaatsnemen? Ja, jongen, neem overal plaats. Dat mag ik neem overal plaats. Ik ga lekker hier zitten, hoor. Zo. Maar wie is dan de rechter precies? Want ik zie niemand. Is er wel een rechter trouwens? Hallo? Hallo? Rechter? Hallo. Jij zou toch alles regelen? Ja, maar volgens mij is hij er nog niet. Nou, weet je wat? Ik neem het wel over. Ja, dat kan wel. Ben jij een rechter? Ja, ik kan alles, hè. Ik kan alles. Oké. Ja, dan doe ik het wel. Ja, ga dan maar zitten, denk ik. Daar. Ja, staan, ja. Waar is mijn advocaat gebleven? Advocaat? Heb jij een advocaat? Tuurlijk, ik ben overal voorbereid. Hoe heb je dat nou weer zo snel geregeld? Ik ken mijn contacten. Oké. Is dit de advocaat? Ja, dat is Pieter, mijn advocaat. Kijk, hallo, Pieter, de advocaat? Ja, hallo. Pieter, de advocaat?
Ja, ik ben Pieter, advocaat van deze meneer. Wie bent u? Aangenaam, ik ben Alex. Aangenaam. Hallo Aangenaam, Pieter, de advocaat. Alex. Ik ben Pieter. Hallo, nou, Pieter. We kunnen beginnen. Is dat nou Dennis? Oké, ja, ik wil bij deze meneer, deze boze beveiliger. Wat is uw naam ook alweer? Nou, dat weten we wel. Hij zegt de hele tijd dat gaat je niks aan. Zijn naam is volgens mij dat gaat je niks aan of zo. Maar ik wil hem aanklagen. Deze meneer heeft namelijk mijn huisdier bij Sumi neergeschoten. Zonder enige reden, zonder enige waarschuwing. Sumi had er niks mee te maken. Sumi heeft nooit wat fouts gedaan en hij is er helemaal op losgegaan. Meerdere kogels in Sumi's kleine lijfje. En daardoor heb ik Sumi moeten begraven. Ja, even tussendoor. Hè. Heeft u daar bewijs van? Staat het op een camera? Want ja, Sumi ligt onder de grond camera, nu. Dat moet vast op een camera staan. Nee, Sumi ligt onder de grond. Ja, maar heeft u bewijs dat hij dat heeft gedaan? Of wat u heeft gezegd? Ja, dat klopt? Hij was erbij. En wie was er nog meer bij? Oké, wacht maar even. Heeft u dat gezien? Kunt u dit bevestigen? Wat dit meneer is een getuige. Alex zegt? Ik kan helaas niks bevestigen. Je was erbij! Hoezo je kan niks bevestigen? Je was erbij! En waar ligt Sumi dan begraven? Dat is uw bij, toch? Als ik het goed heb. Ja, Sumi ligt buiten begraven. In de tuin. Met een mooi plekje met een blauw bloemetje erop. En hij ligt daar. En dat is allemaal door hem. Mijn cliënt zegt dat hij niks heeft gedaan. Dat u niet wou antwoorden op zijn vragen tijdens een ondervraging. Dat klopt niet! En dat niet. U meerdere kansen heeft gehad. Hij had me niet eens de kans gegeven! Is dat waar? Ja! Hij heeft genoeg kans gekregen. Meneer de rechter! Zeg er wat van! Hij heeft hem neergeschoten! Ik heb de kans niet gekregen! Ja, dat is... Oh, dat is best wel zielig eigenlijk, hè? Ja! Mijn armen bij Sumi. Ja, dat is wel heel sneu. En, ik bedoel, wat vindt u hiervan dan? Ja, nee, dat is... Dat, nou ja, als het is gebeurd, is het heel sneu. Maar, ja, maar als meneer het, de rechter. Nou, wacht, stil. Hé, ik ben aan het praten. Ja, sorry. Ik ben hier... We moeten elkaar als vrienden houden, hè? En we moeten elkaar liefde geven. Ja, maar dan alleen moet maar mij niet doodschieten. Als er geen bewijs is, dan is er geen bewijs. En als er geen bewijs is, dan is er geen bewijs. Nou, meneer de rechter, mag ik er even tussendoor? Meneer de rechter, Sumi de bij ligt ondergronds op dit moment. Is dat niet genoeg bewijs? Sumi de bij is meegenomen door de beveiligers hier. Hij is neergeschoten bij een ondervraging wat niet eens over Sumi ging. Sumi had er niks mee te maken. Überhaupt had hij met niks te maken. Sumi heeft niks fouts gedaan. Dit kan niet. Oké, het is best wel ingewikkeld allemaal, maar... Ja! Ja, misschien is hij wel dood gegaan omdat hij te weinig water had, ik zeg maar wat. Maar, nee, hij heeft 3 kogels gekregen. Oké, dat is heel snel. Meneer de rechter. Ja. Ik heb even wat doorgekregen van mijn cliënt. U heeft het de hele tijd over Sumi. Maar op papier wat hij me net heeft doorgegeven, staat dat niet alleen Sumi uw huisdier is, maar meneer Kippie. Ja, klopt. Meneer Kippie ook. Meneer Kippie leeft nog. Oh, ja, en waarom leeft hij nog en waar is hij dan? Ik weet niet waar meneer Kippie is. Meneer de rechter, en waarom... weet u waar meneer Kippie is? Even denken hoor. Nee. Ik zeg dat mijn cliënt onschuldig is. Waarom zouden ze alleen Sumi vermoorden, maar niet meneer Kippie? Het lijkt heel raar. Maar stil. Het is natuurlijk niet jouw keuze, hè? Nee, dat zeker. Dat zeker, meneer. Ik ben een advocaat. Meneer Sumi ligt onder grond. Okay. Dat vind ik heel spijtig voor u, meneer. Maar hij is geen bewijs. Ik heb het gezien met eigen ogen. Het was ineens bam, bam. En Sumi zag ik eerst nog rode oogjes krijgen. Hoort u dat, meneer? Sumi werd verdrietig. Sumi werd helemaal verdrietig. Hij kreeg... Ja. Hij zei met eigen kogels. Nee, met eigen ogen, zei ik. Niet met eigen kogels. Hij versprak zich. Hij zei met eigen kogels. Nee. Oké. Nou, mensen. Dit is mijn allereerste rechtszaak ooit. Dus, ik merk het. Het komt vast wel goed. ik kan alles zijn. Nou, kom goed. Als we elkaar maar te vriend houden en liefde geven. Maar dat gaat niet zo. Stil, liefde is heel belangrijk in de gevangenis hier. Weet je wat? Ik ga er even over nadenken. In dat kamertje en dan kom ik zo terug met het uitslagje. Meneer de rechter, mag ik heel even met meneer Alex praten privé? Daar is een kamertje. Dat mag of daarachter. Ja, kan dat heel even? Ja. Komt u mee? Ja, ik kom met u mee, Pieter, de advocaat. Oké, kom maar mee. Deze kant op. Hier was het toch? Ja, hier. Ja. Dennis, wat ben je aan het doen? Hoezo werk je zo tegen luister, mij? Luister, wat heb ik je misdaan? Nee, ik snap het niet, Dennis. Ik snap het niet. Alex, waarom rustig, doe rustig. Je zo? Sumi was alle... Ja, Alex, rustig. Dit is mijn plan, oké? Je moet er niet voor zorgen. Wat is jouw plan dan?
Wacht nou, je moet er niet voor zorgen dat hij in de gevangenis komt, Alex. Ik Hoezo heb een beter niet? Plan. Ik wil hem weg hebben hier. Alex, ik heb een eigen gevangenis gemaakt. En ik ga ervoor zorgen dat ik hem ga ontvoeren. En dat we hem opsluiten in onze gevangenis. Voor als jij weer vrijkomt, nemen we een wraak op hem, oké? Dus jij wil hem vrijhouden om hem ik vervolgens... Ik moet hem vrij hebben, Alex. Ik ga hem ontvoeren, oké, uiteindelijk. Je moet mij helpen. Jij moet nog wel zometeen... Aan mijn kant. Ik was heel even bang, Dennis. Ik dacht heel even van, laat je me nou in de steek. Alex, ik sta aan jouw kant, maar jij moet zometeen vertellen hoe spijtig het ook klinkt dat je hebt gelogen, oké? Hij moet vrij zijn, anders kunnen we hem niet ontvoeren. En ik ga jou helpen ontsnappen, oké? Wat gaat er dan met mij gebeuren als ik zeg dat ik heb gelogen? Jij zit al in de gevangenis, er kan niks gebeuren. Oké, maar dan kan ik misschien morgen geen eten meer. Nee, het komt goed. Je bent hier snel uit, oké? Ik heb bijna alle plannen klaar om jou te helpen ontsnappen. Pinkies weer, Alex. Hier, Alex, ik heb nog wat voor je. Wat dan? Hier. Hij leeft nog, Alex. Ik ga hem hier uithalen. Je weet van wie dit is. Dit is het eten van meneer Kippie. Hij gaat hier uit als eerste. Meneer Kippie zit dus ook nog in de gevangenis. Ik weet waar hij zit. Ik ga hem zometeen meenemen naar de rechtbank. Straks al? Ja, zometeen. Dat is stop maar. Hij is veilig hier daar, oké? Heb je ook eten voor meneer Kippie nog mee of wil je dit mee hebben voor hem? Ik wil hem ook eten geven. Nee, hou het maar. Ik hou het mee. Voor als ik hem weer zie, dan is dit het eerste wat ik hem geef, oké? Ja, maar we moeten terug, oké? Ja. En je moet zeggen dat je hebt gelogen, oké? Dat moet. Het moet, Alex. Ja, maar ik kan dat niet in één keer zeggen. Dan denken ze ook van, wat is hier gebeurd? Nee, laat ze maar een woord doen. Oké. Ik ben uitgesproken. Oké. Dank u wel, meneer de rechter. Ja, geen probleem, hè. Liefde, hè. De zaken staan er goed voor. Oké, beter. Nou, vertel, hè. Oké, ik wil bekennen. Ik heb gelogen. Heeft u gelogen? Ik zei het. Dat betekent dat mijn cliënt op vrije voeten mag. Maar wat gaat er nu met mij gebeuren? Dat hangt er vanaf waar je van hebt gelogen. Maar je mag niet liegen. Dat is niet leuk. Het spijt me, meneer. Ik heb zo erg gelogen. Zo erg gelogen. Dat Tsumi de Bui dood is door mijn schuld en niet door die van hem. Het spijt me. Okay. Dat wou ik horen. Meneer de rechter, ik denk dat ik en mijn cliënt kunnen gaan, toch? Nou, dan ga ik nog even op het tafeltje slaan zometeen met die hamer. Komt-ie, dan verklaar ik bij deze Daan onschuldig. Yes, dat hebben we goed geregeld. Ik ga er vandoor. Succes. Ja, doei, hè? Doei. Doei, meneer. Ik wens jullie nog een fijne middag toe. Nummer 14, je kan met mij meelopen. Ik loop al mee. Oh, gaan we weer. Ik heb hier geen zin in. Oh, daar gaan we weer. Oh, meneer de beveiliger. Wat? Jij had het gedaan. Je hoorde de rest spraken toch? Er is niks gebeurd. Ja, maar hoe bedoel je? Er is niks gebeurd. Jij hebt hem doodgeschoten. Dat weet je zelf ook. Je hoorde de rechter. Er is niks gebeurd. Oh, moet ik nu weer mijn cel in? Ja. Oh. Arme Tsumi. Die beveiliger is ook alweer weggelopen, maar ik hoop echt dat Dennis het gaat regelen. Ik hoop dat Dennis hem voor eeuwig en voor altijd kan laten verrotten in een celletje ergens. Want dit verdient wraak. Ik word hier wakker in een of ander hok. Hallo? Waar ben ik? Wat is dit? Oh ja, wacht. Ik weet het weer een beetje. Dit is namelijk een aparte gevangenis. Oftewel een isoleercel. Het is super klein. Er is geen bed. Ik heb hier letterlijk in de hoek geslapen vannacht. En oh, wat doet dat pijn aan mijn rug. Jeetje. Oh, ik wil hier zo snel mogelijk weg. Waarom zit ik hier eigenlijk? Hallo? Is daar iemand? Hallo? Meneer, meekomen. De baas wil te spreken. Maar waarom zit ik hier? Wat is dit allemaal? Hij heeft iemand vermoord, als het goed is. Oké, ik loop met u mee. In de vorige video heb ik inderdaad iemand vermoord. Oh, en dat was misschien niet het slimste wat ik kon doen. Een beetje doorlopen, meneer. Ik heb niks gedaan. Ik doe niks. Doorlopen, meneer. Maar waarom dat wapen gelijk? Waarom zo boos? Ik doe niks. Doe hem weg. Ik word bang. Willen jullie mij ook doodschieten of zo? Net zoals wat jullie bij Tsumi erbij hebben gedaan of zo. Wat wil je nou? Hè? Net zoals jij nummer 3 hebt vermoord. Doorlopen, meneer. Ik loop al. Rustig aan, oké? Waar gaan we heen? We gaan even een lekker gesprekje hebben met de baas. Nee. Ik wil niet naar deze kamer. Opschieten. Nee, dit is de kamer waar jullie mijn bij dood hebben geschoten. Ik wil hier niet ooit een keer nog heen. Dat is niet het enige wat hij doodgeschoten gaat worden als je nu niet doorloopt. Nee, doe nou eens rustig, oké? Ik wil hier niet zijn. Laat me hier weg.
Alsjeblieft. Waar gaan we dan heen? Ik snap het niet. Wat is dit allemaal? Meneer, opschieten. Ik schiet op, maar wat is dit hier? Wat doe ik hier? Ik wil gewoon naar huis. Gaat u maar naar binnen. Ik kom al. Auw! Oh, die deur slaat vol tegen mijn neus aan. Auw! Oh, dat wapen mag weg. Ik heb toch niks meer bij me. Wij wachten hier buiten. Oké, waar ben ik? Wat is dit allemaal? Hallo, achter je. Hallo. Doe maar rustig aan, kerel. Doe maar rustig aan. Nee, het gaat helemaal niet goed met me. Ik heb vannacht echt niet lekker geslapen. Ik heb op een stenen vloer geslapen. Ik weet niet hoe jij weet hoe het is om op een stenen vloer te slapen. Nee. Maar ik kan je vertellen, het is niet lekker. Ik heb helemaal pijn aan mijn rug. Ik ben helemaal niet in een goede bui. Ik ben helemaal bang. We liepen net door de kamer waar... Ja, wees maar stil. Ik snap het al. Doe maar rustig aan. Maar ja. Je hebt wel iets verkeerds gedaan, hè? Ik heb niks verkeerds gedaan, toch? Niks. Nee. Wat wil je doen? Nee, ik wil niks doen, maar doe eens even rustig, jongen. Oké, sorry, maar dat mes, dat hoeft niet. Dus ze richten het ook de hele tijd met pistolen op me. Ik vind het helemaal niet leuk meer. Rustig. Nee. Komt dit ding nou bekend voor? Ja. Je hebt wel echt iets heel stoms gedaan. Ik weet het, oké. En ik ben echt zwaar teleurgesteld in je, want ik herken jou echt niet als een crimineel. Ik herken jou eigenlijk gewoon als een aardige persoon. Waarom zit ik hier dan? Laat me hier dan ook uit als je me niet eens zo zag. Dit is toch voor criminelen, niet voor mij? Nee, maar wacht. We zijn hier om vrienden te maken en om vriendschap te maken en alleen maar liefde. Als ik vrienden wil worden, dan ga ik wel op Instagram zitten of zo. Dan ga ik niet naar de gevangenis. Dat snap ik. Maar jij hebt geen vriend gemaakt met dit meisje. Nee, dat klopt. Dus, er is even één groot probleem. Ja. Als het goed is, ik weet het niet zeker, maar het kan zijn dat er mogelijk een rechtszaak komt. Voor mij of tegen mij? Tegen jou. Nee, waarom? Omdat jij iemand hebt doodgemaakt. Maar ik wil dit allemaal niet. Laat me gewoon naar huis gaan. Ik beloof je dat het dan niet meer zou gebeuren. Er zou nooit meer zoiets als dit gebeuren, oké? Het komt gewoon puur door die gevangenis. Ik hoor hier niet thuis. Ik ga allemaal dingen doen wat ik normaal nooit zou doen. Ik hoor hier niet. Maar ik ben wel zwaar boos op jou. Ik ben echt zwaar boos op jou. Hoe kan ik het goed maken? Dat kan eigenlijk niet meer. Hoezo niet? Nou, dan komt die rechtszaak. Waarschijnlijk, ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. Ja? En dan kan je dus een straf krijgen. Wat voor straf? Ik heb hier toch al straf. Jij zegt dat de hele tijd. Ik ben stout geweest, daarom heb ik straf. Ik dacht dat dat de hele reden was, dat dit helemaal was gebouwd. Wat voor straf kan je me nog meer geven? Nou, er zijn nog genoeg strafjes die je erbij kan krijgen. Maar ik heb even iets anders aan mijn hoofd. Ja, maar wat dan? Ik rook altijd hier een hele gekke geur van een dier, maar is nu ineens weg. Een dier? Wat voor dier? Ja, was het niet een kip of zo? Of een eend, weet ik veel. Is er hier een kip of een eend? Ja, wacht. Was dat niet hierboven? Ik weet het ook niet. Mag ik meelopen? Heb je iets bij je? Heb je dit bij je? Nee, dat heb ik niet bij me. Die heb jij in je hand. Ik heb het niet bij me. Ik beloof het. Kom, dan mag je. Oké, ik kom mee. Oh nee! Wat is dit? Oh nee, joh, dit is de opslag. Maar hier stond ook een kip volgens mij. Er stond een kip? Ja. Eten die toevallig meneer Kippie? Ik weet het niet. Geen idee. Eten die meneer Kippie? Waar is meneer Kippie hier? Waar is meneer Kippie? Waar is die een? Je moet het weten. Je zit hieronder, hoezo weet je niet waar die een is? Ik weet het niet, sorry. Anders had ik het wel willen vertellen als ik mocht, maar... Dat is mijn kip. Jone! Ja! Dat was dus niet degene die was doodgeschoten. Nee, dat was mijn bij! Dat was een bij. Ik weet het niet. Maar, het was fijn je gesproken te hebben. Nee, maar je gaat me niet vertellen dat meneer Kippie nu weg is. Misschien staat hij hier. Meneer nee, Kippie? Niet. Nee, maar... hij is kwijt. Ik weet het niet. Hij is kwijt! Je kan toch niet zomaar meneer Kippie in de wijde wereld laten loslopen? Straks komt hij een vos tegen of een boze wolf en die wil hem vermoorden. En dan heb ik twee dode huisdiertjes. Alleen weet ik dan niet waar meneer Kippie is, dus dan kan ik hem überhaupt nooit begraven. Ja. Misschien was hij wel op zoek naar jou, je weet het niet. Ik heb geen idee. Maar bracht me dan naar hem toe als je wist dat hij van mij was. Ja, ik wist dat niet. Oké. Ja.
Kom. Ik wil naar mijn bed toe. Ik wil liggen. Ja, nou prima. Hey, wat ik jou dus wil vertellen is dat je waarschijnlijk een rechtszaak krijgt. Nee, maar dat wil ik niet. Ik wil mijn kip terug. Ik wil naar huis. Ja, ik ben wel zwaar teleurgesteld in jou. Echt zwaar. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik kan ook niks goeds doen hier. Oké, en onthoud. Het kan zijn dat je dan nog een hele grote straf gaat krijgen van de rechtszaak. Ik wil geen straf. Houd nou op. Ja. Mag ik naar mijn bedje toe? Ja, nou ja, vooruit dan maar. Ik ben wel klaar met jou. Ik ben echt boos. Nou! Moet je ik dacht dat wij altijd een soort vrienden waren. Ja, maar stil, je moet je vrienden maken en niet mensen doodmaken. Sorry. Ja, nou, bewakers, neem deze man weg. Kom al, hij is echt teleurgesteld in me. Oh, ah, niet mee? Weer, niet weer, niet weer, niet weer, niet weer, niet weer. Volgde mijn collega maar. Ja, ik kom al. Oh, wat is er? U gaat terug naar uw cel. Oké, waar ga ik? Hij is helemaal boos op mij, de directeur. Waarom is hij zo boos op mij? U heeft iemand vermoord, dan is het logisch dat hij boos is. Ja, maar ik vind het toch ook niet leuk dat jij met dat wapen op me richt de hele tijd. Maar dan word ik toch ook niet boos? Dat is denk ik wel nodig, hè? Hoezo? Ik heb niks meer bij me. Dat maakt niet uit. Ik kom al. Nummer 9, u mag uit uw cel. Eindelijk. Nummer 9. Ik ben er weer. Hey. Nummer 3 had hier ook kunnen zijn, hè? Als jij hem niet dood had gemaakt. Doe nou eens rustig, oké? Ik kan er niet meer wat tegen doen. Het is nou eenmaal gebeurd. Net zoals wat jullie met mijn bij hebben gedaan, oké? Maar dat bij je bij was nodig. Dat was niet nodig. Hij had er niks mee te maken. Hou erover op. Je hebt gewoon mijn lievelingsgevangene doodgemaakt, oké? Jullie gaven hem alleen maar koekjes. Zou maar eens oppassen met wat je zegt. Blijf eens op afstand met dat pistool. Hey. Oké. Wij komen ze dadelijk bij jullie terug. Ze zijn zo boos op mij. Dit is niet normaal. Het is niet gezond hoe boos ze zijn. Hey Alex, dus wanneer ben jij terug? Ik weet het niet. Ik ben net op een gesprek geweest met de directeur. Ik heb in een isoleercel moeten slapen. Weet je wat dat is? Nee, wat is dat? Vertel. Het is een gevangenis. Zeg maar, hier heb je onze gevangenis, weet je wel. En hij is nog veel, veel kleiner. En er zijn geen ramen, geen deuren, geen bedden, geen wc. Er zijn geen lampjes, er is helemaal niks. Oh nee, heb je dat wel goed overleefd dan? Nee, ik heb superveel pijn aan mijn rug. Ik heb op de grond moeten liggen. Het lag helemaal niet lekker. Daar wil je echt niet in zitten. Ja, maar dat is toch ook niet slim wat je hebt gedaan? Het moest... Ik dacht dat we het erover eens waren dat we dat moesten doen. Hij kreeg al het lekkere eten. Wees blij dat ik het heb gedaan. Maar er is één probleem. Wat? Ik ben dus bij de directeur op gesprek geweest net. Hij roept me ineens naar me toe. Oh nee. En hij had het over een zware straf. Oh, wat voor straf? Dat wou hij niet vertellen, maar ze willen waarschijnlijk zo met het... Nummer 9, nummer 14. Meekomen. Wat moeten we doen? Jullie gaan even wat eten. Gewoon meewerken, ja? Maar het gaat niet goed, het gaat echt niet goed met mij. Jawel, opschieten. Ik werk mee, ik doe mijn best, oké. Je wacht. Neem een appeltje. Kom tot rust. Dankjewel. Hoe lopen jullie twee? Ja, ik kom. Oh, dat had ik. Oh, oké, ja, ik kom eraan. Ja, waar gaan we heen? Wat moeten we doen? Smakelijk eten. We gaan we eten? Ja. Oh, dat vind ik lekker. Opschieten. Ik schiet op, oké. Hou nou een keer op. Je doet de hele tijd boos tegen mij. Hebben jullie alleen maar broodjes? Hebben ze alleen maar broodjes? Ik wil ook eten. Mag ik ook eten? Geen eens koekjes. Ik wil ook eten. Hebben ze alle koekjes aan die gevangene 3 gegeven, zeker, die nu dood is? Oh ja, natuurlijk. Dankjewel. Oh, heb ik nou jouw drink ook? Nee, ik had al drinken. Ik heb dankjewel voor de 2 glaasjes drinken, maar... Die van die nummer 3, zijn zakken lagen vol met die koekjes, man. Ik wou net zeggen, ze hebben alle koekjes sowieso aan hem gegeven. Dit is niet normaal. Oh, ik had dorst, wil niet weten. Ze gaven me ook helemaal niks te eten of te drinken in die isoleercel. Dat was echt een hel. Ik wil daar nooit meer heen, eigenlijk. Het is tijd om wat te eten, maar ze hadden het dus over een straf. Daar was ik met vertellen. Ja. Maar ik heb geen idee wat voor straf. Ik weet niet wat ze met me willen doen. Ze zeiden een erge straf. Dus ik zei tegen hem, ja, maar dit is toch al een erge straf dat ik hier zit. En hij zei, nee, het kan nog erger. En ik zit zo van, hoe kan het nog erger als we hier al zitten? En hij zei, ja, maar er zijn nog veel meer strafjes. En ik vond het helemaal niet leuk. En het gaat nu helemaal fout. En met mij gaat het nu ook helemaal niet goed. En ik ben helemaal benieuwd. En nu is hier wat ze met me gaan doen. Maar dat gaat helemaal niet goed. Oeh. Rustig. Ja, maar wat nou? Gooien ze me weer terug in die gevangenis? Of laten ze me buiten slapen? Of
Weet ik veel, ik wil gewoon naar huis. En misschien gaat het nog langer duren. En ik wil gewoon naar huis. En er was net een probleempje. Ze hadden mijn kip, meneer Kippie. Die was hier in de gevangenis blijkbaar. Maar die zijn ze kwijt. En... ik wil niet meneer Kippie ook kwijt zijn. Dat is mijn enige huisdiertje nog. Ja, dat snap ik, maar je moet even rustig blijven. Ja, oké. Het komt nog veel erger dan dat, hè? Hoezo? Ja. Alles gaat mis. Ja, dat snap ik, maar het kan echt nog veel erger, geloof me. Nee, alles gaat mis. Het kan niet erger. Alles wat mis kan gaan, gaat gewoon mis vandaag en gisteren. En het begint niet goed. Wat dan? Meneer Kippie weg in de isoleercel. Ze willen me een straf geven. Gewoon alles wat ik je net heb verteld. Oké, sorry. Rustig. Ook nog meneer Sumi die nog steeds weg is. Ik mis hem nog steeds. Het komt wel goed, ja. Oké. Ja, weet je wat? Het maar. Voor vandaag mag je het hele bankje gebruiken. Ja, echt waar? Ja, echt waar. Dan ga ik even liggen, want ik heb nog heel veel last van mijn rug. Ja, dat snap ik. Oh, dat andere glaasje drinken, dat ga ik ook maar eens opdrinken. Ja, dat is wel lekker zo. Ik heb nog die twee broodjes. Hé, hey, jullie twee, meekomen. Wat is er? We gaan naar de rechter. Oh, het de is rechter? Zover. Ja, het is zover. Wat? Gaat dit om mij? Ja. Oeh, ik kom al. Hey. Ja. Je moet vooral rustig blijven, ja? Het komt zeker goed. Ik doe mijn best, oké? Ik doe echt mijn best. Ik beloof het je. Niet de taser! Ik kom al. Mooi zo. Waar gaan we heen? We gaan naar de rechter. Ja. En die zal een oordeel doen over of hij straf krijgt of oordeel. Niet. Oordeel? Maar ik wil geen straf. Ik wil helemaal geen straf. Oh nee, daar zijn we weer. Hallo? Daar ben je eindelijk. Opschieten. Ja, ik kom al, oké? Oh, daar gaan we weer. Hey, ik zit achter je, ja? Ja, oké. Dank je dat je erbij bent. Dank je dat je me helpt. Ja, het komt goed, ja. Ik hoop het echt. Het komt goed. Ik doe deze eventjes weg. Ja, meneer. Ja, dat klopt, maar ik wil hier niet zijn. Ik wil naar huis. Oké, maar dat kan niet. Kunnen we niet bespreken wanneer ik naar huis mag anders? Nee. Dat mag ook niet. Maar... Wat? We hebben wel wat anders te bespreken. Oh, echt waar? Ja. Wat dan? Zeg alsjeblieft wat goed. Dit mesje. Gaat het daarover? Ja, het gaat daarover. Oh, nee. Ja. Je bent stout geweest, kerel. Ja, je hebt het al verteld. Ik weet het al, oké? Ja. Ik had het ook niet zo gewild. Ik heb alleen slecht nieuws. Wat dan? Weet je nog dat de vorige keer eigenlijk een andere rechter zou komen? Ja, ik denk het. En hij kwam niet opdagen de vorige keer. Is hij er nu wel? Nee! Dus ik neem het weer over. Oh, mijn. Ja, leuk hè. Dat is niet goed. Dat is niet... Ja. Heel leuk. Ja. Willen jullie al beginnen of wat? Wacht! Ik moet er nog bij zijn! Hallo? Kijk, kunnen we nou niet beginnen? Hallo, Pieter! Hallo, meneer Alex. U komt me bekend voor. Zit je hier nou alweer? Ja, u ook, Pieter. Wat leuk dat u er weer bent. Vorige keer al met Zoomy en nu zit u er weer. Je bent er weer, Dennis. Ja, dank je wel. Maar stil. Dennis, oké. Ik zit zwaar in de problemen. Zwaar. Wat gaat niet goed. Wat heb je gedaan? Je hoort het allemaal vanzelf. Okay. Ik zei het toch, meneer de rechter. Deze man is niet te vertrouwen. Vorige keer al met Zoomy. Nee! Ja, dat klopt wel. Je hebt geluk. Dit keer ben ik niet de advocaat. Ik zit lekker hier. Nou, we kunnen beginnen hoor. Sorry voor het storen. Ja. Oké. Ja. Laten we beginnen met de rechtszaak. Ja, zo heet dat ook. Ja, zo heet dat inderdaad. Ik neem het weer over. Ik ben Kevin. Nou, dat wisten jullie ook al. Meneer, wat was de naam ook weer? Alex. Alex. Ja, het is gewoon Alex, stout. Niet Alex. Gewoon okay. Alex. Alex, ja. jij bent stout geweest met ik dit ben voorwerp. Niet stout geweest. Stop nou een keertje. Ik was zeker wel stout geweest. Ja. Meneer, even naar uw plek. Even rustig. Dit is het mes. Oh, dit is het mes waarmee Alex, iemand heeft doodgemaakt. Doodgemaakt? Ja, neergestoken zelfs. En dat was totaal niet lief. Nee, maar het was wel nodig. Hoezo was dat nodig? We moeten hier vrienden maken. Ik kwam net in een gevangenis en hij kreeg alle taartjes, alle koekjes. Ik was gewoon jaloers. Dus dan pak je maar een mes en dan steek je iemand neer. Ja, ik wou al die koekjes.
koekjes hebben. Ik krijg helemaal geen koekjes. Oh, nou, dan was dat gewoon mijn toeval waarschijnlijk. Maar in ieder geval, Alex. Ja? Jij bent dus wel strafbaar. Nu. Hoezo ben ik strafbaar? Nee. Ik ben niet strafbaar. Alsjeblieft niet. Stap je achteruit. Ik werk hier ook achteruit op je stoelrijtje. Sorry. Ja, goed niet zo. Weer doen. Sorry, meneer de rechter. Oké. Meneer. Alex. Ja, het is Alex. Niet zo lang. Oké. Nou, ik vergeet ook heel veel dingen, hè. Maar ik merk het inderdaad. Ik heb het je nog geen paar seconden geleden gezegd. Nee, dat is ook wel weer zo. Heb je ook een advocaat? Nee. Nee? Oh, dat bespaart me wat tijd. Nou, de straf al weten. Maar ik ben onschuldig. Kan ik misschien een gewoordje zeggen? Doe maar. Ik vind het heel slecht dat jij zomaar iemand doodmaakt in de gevangenis, omdat je alleen maar slecht eten krijgt. Ja, jij heel slecht. Jij geeft me dat slecht eten. Jij zorgt ervoor dat ik dat slecht meneer, eten krijg. Hoe kwam hij überhaupt aan dat mes? Waar heeft hij die vandaan gehaald? Hè? Ja. Meneertje, Alex. Meneer, wilt u even de stap achteruit doen? Even de stap achteruit. Ik wil ook mijn woord doen. Oké. Ja, deze gevangene, die doet er alles aan om gewoon je netjes te blijven. Ja. Het ging een keertje mis, oké? Ja. Maar iedereen verdient een tweede kans. Is dat waar of niet? Hij heeft al een tweede kans gehad. Ga eens terug naar je stoel. Ook al met Sony had gelogen, nu al een mes op zak. En een gevangene neergestoken. Ik vind niet dat hij überhaupt nog een tweede, vierde, derde, tachtigste kans verdient, überhaupt. Nee! Hij verdient een extra kans, klaar. Ja, nu snappen we het. Nu is het klaar. Terug naar je stoel. Oké. Nee, stil. Oké. Dat is inderdaad een goeie. Ik heb een tweede kans. Hey, stil! Oké! Ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat aan het mes komt. Een van jullie bewakers had hem op de grond gegooid. Vlak voor mij. Oké. Ja, dat is best wel te geloven, want we hebben hier soms best wel domme bewakers. Ik weet ook welke bewaker. Ja, ik ben er eigenlijk ook één kwijt, maar ik weet niet waar die is. Het zou wel. Het was die bewaker van de rechtszaak vorige keer. Oh, ja. Oké. Ja, die heb ik eigenlijk ook niet meer gezien, volgens mij. Nee, ik weet ook niet meer. Ja, maar moet je hem aanklagen, niet mij! Hey, ja, oké, maar het is jouw fout dat jij dat mes hebt gebruikt en niet aan ons hebt gegeven. Oké. Ja, oké. Nou. Zou ik even de uitspraak doen? Meneer de rechter, wacht even. Zou ik nog even met hem mogen praten? Ja, hoor ik hetzelfde hokje daar weer. Ja, oké. Kan dat even? Wilt u dat überhaupt bij mij? Nou, ik weet het niet zo zeker of ik dat wil met jou. Komt goed. Kom maar mee. Ik moet even gesprek voeren. Sorry, meneer de rechter, dat ik uw tijd zo... Ja, vorige keer was dat ook al zo. Ik ben wel gelukkig. Ja. Wat doe je nou Alex, weer? Alex, wat doe je nou? Wie heb je nou weer? Wat heb je gedaan? Waarom werk je weer zo tegen me? Waarom kan ik je tegen Alex? Tegen luister dan, ik doe er alles aan om jou hier uit te krijgen. Maar meneer Kippie is letterlijk niet... Ze nog wat ergens met me doen door me buiten te laten slapen. Dat wil ik niet. Alex, ik heb er alles aan gedaan om meneer Kippie hier uit te krijgen. Nu jij nog, jij maar je hebt maakt meegenomen. Het me zoveel moeilijk. Meneer Kippie is letterlijk bij je oude huisje, bij je blauwe huisje. Ik dacht dat ik hem kwijt was, maar jij hebt hem. Nee. Dank je. Maar Alex, wat doe je? Je maakt het me zo moeilijk. Wat heb je gedaan? Heb je iemand vermoord? Luister, hij kreeg alle koekjes, alle taartjes. Hij kwam net in de gevangenis. Ik kreeg dat niet, die ander ook niet. Wij hadden een mes gevonden en... Wie is wij? Ik en een andere gevangene hier zo. Die man daar in het publiek? Ja. Werken jullie samen? Nee, maar... Heb je hem verteld van het plan? Nee, ik heb niks verteld. Dus ik hij weet het. Niet dat je gaat ontsnappen? Ik heb dat hem niet verteld, nee. Weet je het zeker, Alex? Bijna zeker. Oké, je moet oppassen, Alex. Dit is niet goed voor de ontsnapping. Ik heb bijna alles gepland. Er mag niks fout gaan. Ik heb het met niemand over jou gehad nog. Niemand. Niemand weet iets over jou. Ik heb het met niemand over jou gehad. Maar waarom heb je een gevangene aangevallen met een mes voor koekjes, Alex? Als je hieruit bent, kan je eten wat je wil. Ik krijg hier geen lekker eten. Je weet niet hoe het is om zo lang zonder lekker eten te zitten, Dennis. Jij weet dat niet, omdat jij nooit in een gevangenis hebt gezeten. Omdat jij gewoon weg bent gegaan bij die bankoverval. Ja, daarvoor spijt het me. Maar daarom doe ik ook nu zomaar best om hier uit te krijgen, maar dit helpt niet wat nu hier gebeurt. Oké, ik moet afwachten wat je straf is, Alex. Oké. En aan de hand van die straf... Spreek ik je daarna nog, denk je? Ik werk hier. Ik ga ervoor zorgen dat ik jou naar de cel breng, oké? Oké, Dennis. Oké, laten we gaan. Ja, oké, we zijn klaar hier. Hij doet zo stom tegen
tegen mij. Dat doorlopen, is niet normaal. Doorlopen, tempo. Jeetje. Stomme beveiliger dat het is. Jongen, jongen. Nee, laat maar. Ja, wat doen jullie allemaal, joh, gekkies? Niks. Ja. Ik zou zeggen, geef hem zijn straf maar. Stilte. 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 Oh. Oké. Okay. Dan spreek ik mijn pistool. Okay. Dat moet eigenlijk niet, mag ook niet, maar niemand die dat heeft gezien. Nou, de burger zit daar een camera. Oh ja. Nou ja, goed. Dat zou wel. Hey, luister. Ik heb er even over nagedacht, hè. Ja. Nou, Alex. Ja, het is gewoon aan elkaar. Oh, wat is er nou? Zeg het nou gewoon. Ik wil het weten. Ja, je wil je straf weten, hè? Ja! Je verdiende straf, want je was een prima kerel. Hierbij mijn uitspraak. Komt ie. Oké. Wat was het ook alweer? Ik weet niet meer. Oh ja, ik weet het. Het was de doodstraf. Wat? Nee! Jawel. Top. Kino, terecht. Wat houdt dat in? Nou, dat je doodgaat. Nee. Nee, dat wil ik niet. Alsjeblieft, alles boven dat. Oh! Aan de kant. Au! Meneertje. Weet je wat dat betekent? Niet aan hem zitten. Hey, stap naar achter. Afstand. Wat betekent... Au! Afstand of ik schiet straks op iemand zijn been. Wat betekent dat dan? Ik ga het allemaal uitleggen. Okay. De straf komt omdat jij gewoon een random iemand hebt doodgemaakt voor koekjes. Of voor een tosti of voor eten. Dat is toch geen reden. Dat is ook de reden waarom jij die straf krijgt. Ik wil niet dood. En het is ook al de tweede keer dat we hier zitten. Maar de vorige keer loog je ook al. Dat was niet tegen mij. Dat was voor mij tegen iemand anders. Ja, ik weet ook allemaal niet meer. Maar ik weet nog wel dat we hier twee keer zaten. Dus, Hoezo wil je me dood hebben? Ik dacht dat wij altijd vrienden waren. Ja, zijn we ook. Maar toch niet. Maar wil je me nu doodmaken? Misschien, ja, weet je. Sorry, ik heb het ook niet bedacht. Ofwel, ja, ik weet niet. Maar tot hoe lang heb ik dan nog te leven? Wat zullen we doen? Wat verluister je morgen? Ja, volgende week? Nee, dan heeft het veel te lang. Nee. Lang? Wat? Nee, volgende week is niet te lang. Langer. We doen morgen. Nee, overmorgen. Overmorgen? Ja. Oh. Wat? Nee. Nee. Dat gaan we niet doen. Jawel. Meneer. Nee. Ja. Ja, de conclusie is getrokken. Zal ik hem naar zijn cel brengen? Nee. Dat is duidelijk, lijkt mij, toch? Ja, het is duidelijk. Nou, Alex. Geef me langer, alsjeblieft. Stop. Ik moet wel even met mijn hamer tegen dat ding slaan. Dat hoort zo. Nee, doe het niet. Oh, het is al gedaan. Meneer, meelopen naar uw cel nu. Kom al. Oeps, het spijt me. Ik denk dat jij net al bent. Fijne twee dagen, meneer de moordenaar. Doorlopen, meneer. Het is al bijna, dat is na morgen. Ja, okay. Naar de cel. Ik loop al mee. Hoezo werk je niet mee? Dennis, Alex, dit is niet goed. Dit is foutenboel. Ze willen me doodmaken. Dan zie ik jou nooit meer. Alex, dit is foutenboel. Dat betekent dat ik... Maar dit wil ik niet, Dennis. Alex... Ja. Morgen ben je hier uit. Morgen? Het moet wel. Ja, maar dan moet mijn plan was toch niet klaar? Het plan was nog niet klaar, maar kom naar de cel. Ik vertel je daar alles. Oh nee. Dit is niet gunstig voor mijn plan. Ik was nog niet zo ver. Het is sowieso niet gunstig. Ik wil niet tot overmorgen hebben om te leven. Ik wil meneer Kippie nog eten geven. Ik heb nog de seeds bij me voor meneer Kippie. Dat kan dan allemaal niet meer. Oh nee. Ik ga er maar in. Oké. Hey, Alex, luister. Ja. Ik kan hier niet lang blijven. Ze zit op mij te wachten, oké? We moeten dus morgen jou hier uitzien te krijgen. Ik heb een plan. Ik heb een plan. Wat is je plan? In de tuin heb ik vanmiddag iets begraven. Waar Zoomy ligt, helemaal aan de rechterkant van Zoomy, tegen de muur aan, zit een blokje waar ik allemaal steentjes op heb neergelegd. Oftewel gravel. Dat moet je met je hand weg gaan graven. Okay. En daar staat een bloemetje voor als het goed is. Hoe ga ik daar komen? Hoe ga ik er ooit komen? Je moet gewoon zeggen dat je... wat zag ik daar nog meer? Dat je iets moet hakken of zo. Dat ik je weer aan het werk wil. Ik wil gewoon bij Zoomy, dat zeg ik gewoon. Ja, je wil even bij Zoomy kijken. Daar onder die steentjes ligt een kist met de pickaxe. Die pickaxe heb je nodig om hier door deze muur te breken. Aan de andere kant van de muur sta ik op jou te wachten, oké? Morgenavond, 6 uur. Oké, Dennis, oké. 6 uur, zorg dat je aan de andere kant van de muur komt. Omstipt 6 uur, oké? 6 uur ochtends! S'avonds. 6 uur, s'avonds, wanneer het donker is, oké? Alex, beloof me dat je er bent, oké? Maar jij houdt toch niet van het donker? Ik ook niet. Ik weet het, maar het valt anders op. Ik heb gekeken, overal zijn de camera's. Het moet donker zijn. Ik moet nu gaan, Alex. Zorg dat je er bent. Oké, Dennis. Oké, succes. Het lukt je, oké?
Doei doei. Ik hoop het maar. Maar je bent er wel echt, hè? Ik ben er. Ik ben er. Ik sta er op jou te wachten. En ik heb een bootje daar, alles. Het komt allemaal goed. Ik doei doei, gaan. Dennis. Hij zit in zijn cel, hoor. Regelt verder maar. Ik ga er vandoor. Fijne dag. Fijne dag nog. Nummer 9, jou ook een cel in. Dit wordt een van de laatste keren dat ik hier ga zitten dan. Hallo? Hallo meneer Alex. Ik kwam je nog even een leuke laatste 2 dagen wensen. Hoezo doe jij ineens zo stom tegen mij? Weet je waarom? Nou... Omdat je mijn lieveling... gevangen bent. Hij slaat me! Hij slaat me! Help! Jij denkt dat ze jou gaan helpen? Nee. Oh, ik weet het. Ik weet het. Nou, fijne laatste 2 dagen. Hier heb je nog een lekker aardappeltje met een plankje. Oh, dankjewel. Een aardappeltje, dit vult toch niet? Hij is nog rauw ook, hij was helemaal koud. Ja, en wat kan ik met dat plankje? Daar kan ik weer nieuw eten op leggen of zo. Meneer de beveiliger. Ja, wat is er? Mag ik nog wel 1 keer gedag zeggen bij mijn bijsoebi? Alsjeblieft, dat is het enige wat ik hier nog heb. Ja, voor deze ene keer dan. Oké. Sumi, ik kom naar je toe, Sumi! Wordt dit dan het afscheid van mij en van Sumi erbij? Ik weet het niet. Ik wil zo vaak mogelijk naar Sumi toe als maar kan nu nog. Nu ik nog leef, dan tenminste. Oh, ik kom met je mee. Mag ik even alleen zijn met Sumi, alsjeblieft? Oké, heel kort dan. Ja, oké. Doei, doei. Arme Sumi. Dit wordt voor het laatst dat ik hem zie, maar Dennis zei dat er hier iets lag. En ik zie hier een spoor van gele bloemetjes. Het kan er maar 1 iemand zijn die zoiets bij een geel bloemetje legt. En dat is Dennis. Maar heeft hij het dan hieronder begraven? Vlak naast Sumi? Kijk, kom op. Ja. Oké. Ziet een beveiliger mij hier? Nee. De camera's zijn nu gedraaid. Oké. Kom op. Wat zit erin? Oh my god. Dennis heeft gewoon een pinkies achtergelaten. Ik plaats dit er gewoon op terug. Die hou ik in mijn broekzak. Niemand, maar dan ook niemand... mag die pickaxe zien. Sumi, je was een hele lieve bij. En ik zal je voor altijd onthouden. Nou, je hebt een hele leuke tijd gehad. Ik zat trouwens nog te denken. Waar zullen we je doodmaken? Nee, langs Sumi misschien? Nee, niet hier. Niet bij Sumi. Nou, meelopen. Oké, ik kom al. Waar gaan we nu heen? U gaat nu terug uw cel in, natuurlijk. Nou, mag ik niet nog buiten basketballen? Of een rondje lopen? Nee. Kom al. Komt u maar. Oké. Naar binnen. Ja, ik zit er al. Oké. Iedereen de cel in. Slaap lekker tot morgen. Doei. Hoe kan ik ooit lekker slapen met deze gedachte? Maar ik heb dus deze pickaxe meegekregen. En dit ziet eruit als een stuk muur wat ik kan hakken. Maar hoe kom ik daar... Oh, wacht. Oh my god. Dit plankje... kan ik perfect gebruiken. Let op. Oké, dit mogen ze niet zien. Oké, ik ga hier gewoon hakken. Kom op. Oh my god. Ik heb gewoon de muur gehakt! Maar wat ik dan kan doen, is ik kan dit plankje hierboven hangen. En hier gaan ze me nooit vinden. De bewakers zijn nu namelijk, als het goed is, allemaal weg. En ik kan hier nu gewoon zo naar binnen hakken. Oh my god, ik moet het gat graven naar buiten. Nee! Nee, niet nu. Ik was er bijna! Ik moest hier het gat graven naar buiten om hier weg te komen, maar hoe ga ik hier ooit nu wegkomen? Als mijn pickaxe het gewoon niet heeft gehaald, ik ga dit niet overleven. Dennis kan me hier nooit uit helpen. Ik ga Dennis waarschijnlijk nooit meer zien van mijn leven. Oh nee, ik moet deze weghalen snel, voordat ze het zien dat ik hier ergens mee bezig ben. Oh nee. Goedemorgen, ik word hier wakker in mijn gevangenis. En dit is waarschijnlijk een van de laatste keren dat ik hier wakker ga worden. Ik heb namelijk de ergste straf gekregen die er is. De politie en de bewakers willen mij namelijk dood hebben. En dat gaat allemaal morgen gebeuren. Dus ik heb niet meer zoveel tijd om te leven. Ik moet afscheid nemen van alles. Nou, vind ik afscheid nemen van de gevangenis niet zo moeilijk. Maar ik moet afscheid nemen van meneer Kippie. Van Sumi heb ik al afscheid moeten nemen, helaas. En ik moet afscheid nemen van Dennis. Maar ik weet niet of ik Dennis ooit nog ga spreken. Dennis en ik waren namelijk bezig met het maken van een ontsnappingsplan. Oké, dit mag ik niet te hard vertellen. Er staan namelijk een paar beveiligers daarbuiten. Maar zoals je kan zien heb ik hier een tunnel kunnen bouwen. Dennis had mij namelijk een pickaxe gegeven. Alleen kon ik er niet ver genoeg mee hakken. Dus de tunnel is nog niet eens af. Het gaat me nooit lukken om hier uit te komen. En dat betekent dus dat ik hier vastzit tot morgen waarschijnlijk.
ongeluk en dat ik gewoon doodga. Dit is dus mijn laatste volledige dag dat ik nog te leven heb. Meneer 14, meet je ook maar. Wat is er? Waar moet ik heen? Au! Au! Je slaat die deur weer in mijn gezicht. Oh. Ja. Wat is er? Nummer 9, wakker worden. We gaan weer ontbijten. Meneer 9! Laatste. Hey! Hey! Oh, goedemorgen. Hey! Het is een van mijn laatste morgens. Ja, vertel. Ik denk dat we mee moeten. Ze zitten me namelijk allemaal boos aan te kijken hier. Zo, ik kom al, oké? Meekomen nu. Waar gaan we heen? Volg mijn collega maar. Oké, hallo. Goedemorgen, denk goedemorgen. Ik. Goedemorgen, ja. Waar gaan we heen? Wat moet ik doen? Ja, eten natuurlijk. Oké, hallo? Is er hier iemand? Hallo, ik wil eten. Hey, is dit nou echt wat ik krijg? Je pakt mijn broodjes! Brood voor hem? Ik wil wat lekkers eten. Dit is de laatste, een van de laatste keren dat ik hier... Ja! Ja! Dankjewel! Wil je ook één steekje? Oh, wacht, kom maar hier. Nee. Ik heb deze nog voor jou. Ja? Ik kan voor je overgelaten. Oh, je hebt een koekje. Ja. Dit is zo aardig, dankjewel. Ja, geen probleem. Ik heb eindelijk gewoon een keer een koekje. Kom je op de bank zitten? Oh, hij is nog eten aan het bestellen hoor. Oh my god, het voelt zo goed. Eindelijk wat lekkers te eten. Ze doen toch nog een soort van aardig tegen mij deze laatste dag. Nou ja, hij doet vooral aardig. En ik heb lekkere steekjes gekregen. Oh, maar het gaat niet goed met mij. Het is zo'n raar gevoel dit. Ja, dat snap ik. Ik bedoel... Ja. Wat willen ze me doen? Ze zeiden dat ze me dood willen maken, maar op wat voor manier? Gaan ze me tegen de muur? Ik heb zoveel nachtmerries gehad vannacht hierover. Het is niet normaal. Ja, dat snap ik, maar je moet je vooral geen zorgen gaan maken. Hoezo geen zorgen maken? Ze gaan me neerschieten. Ik weet het, maar het is zo voorbij. Hoezo? Het is zo voorbij. Heb jij het ooit meegemaakt? Ja, met wat iemand nou anders. Ja? Je staat hier toch nog? Ja, met een vriend. Is hij neergeschoten? Ja. Maar hoe deden ze dat? Hoe ging dat? Was dat ook hier? Ja. Maar wat hadden ze toen met hem gedaan? Waar hebben ze dit gedaan? Ik heb hier zoveel vragen over. Want dat is waarschijnlijk ook wat ze met mij gaan doen. Dus alsjeblieft beantwoord het. Ik denk dat het het beste is als ik het niet ga vertellen. Is het zo erg? Het is echt heel erg. Ga ze me martelen of zo? Nee, je voelt er niks van. Maar het is gewoon, je wilt niet weten. Oké. Ik wou zeggen, ik ga het hier missen, maar zo erg ga ik het hier ook weer niet missen. Nou, maar... ik zou je eens gaan vertellen, ik ga jou wel missen. Op een of andere manier. Kijk, we hebben elkaar nooit gemogen. Ja, maar nu een soort van weer wel. Ik weet het niet, het is moeilijk. Ik vond jou eerst ook heel onaardig. Maar... Sorry, maar weet wel dat ik hier straks in mijn eentje zit. Wat moet ik doen? Er is niemand meer. Die andere gevangen is ook dood. Je moet hier in je eentje zitten. Je hebt niemand om tegen te praten, ook jij? Nee. Hoe deed je dat voordat ik hier was dan? Ook gewoon een beetje vervelend, een beetje saai en die bewakers. Kijk hoeveel er zijn. Ja, het zijn er niet normaal veel straks. En niemand wil ook leuk met je praten. Alleen die meneer met dat snorretje daar zo dan. Maar die is helemaal boos op mij. Die is helemaal teleurgesteld op mij. Die zit me de hele tijd te zeggen dat ik stout ben geweest en dat ik straf krijg en zo. Hier, hij loopt nu ook net naar boven. Wat gaat hij doen? Hij zit een beetje om zich heen te kijken. Ik kan iedereen, je niet echt niet teleurgesteld. Ik snap het niet. Ja, maar eentje gaat het niet lukken hier. Nee, ja, ik kan niks voor je doen. Misschien is het gewoon tijd om nu iets te doen. Ja, maar wat? Er is niks te doen. Ik weet het niet, maar ik wil je... Nummer 9, komt u maar met mij mee. Ja, Waar ga je heen? Waar moet hij heen? Ik weet het niet. Alex. Ja, het is gewoon Alex, oké? Niet Alex. Okay, Alex? Ja? Ga ik jou nog zien of... Ik hoop het wel. Oké. Doei. Ga er maar vanuit. Doei. Ik hoop het, doei. Waar moet ik heen? Je gaat me toch niet nu al doodmaken? Nee, schoonmaken. Schoonmaken, oké. Dat is wat anders dan doodmaken. Wat moet ik doen? Moet ik schoonmaken? Nee, ik ga jou niet schoonmaken. Nee. Nee, jij gaat hier schoonmaken. Oh nee, ik vind het niet leuk. Waarom moet ik nou weer schoonmaken? Het is de laatste dag dat ik hier ben. Kijk, hier heb je een spons. Kijk, hier. Dankjewel, denk ik dan maar. En schoonmaken. Oh, ik heb hier helemaal geen zin in. Nee, dat snap ik. Ik soms ook niet, maar dat moet toch gebeuren, weet je wel. Ja, maar waarom laat je mij nou weer schoonmaken? Ik dacht dat jij mij mocht. Ik mag je ook wel, maar jij hebt iets stouts gedaan. Hou er nou eens mee op, oké? Ik wil ook niet dat dit was gebeurd als ik dit allemaal had geweten. Nee, snap ik. Maar ja, kijk eens even hier. Hier is heel veel rommel. Het is koud hier. Ja, weet ik. Is de vriezer. De koelkast. Oké, ik ga opruimen. Ja, succes. Doei. Hoi.
Hier, dit bedoel ik. Hij doet helemaal niet meer aardig tegen mij. En hij laat mij hier nu opruimen. Hier hangt ook een camera. Nou, hier ziet het er op zich wel oké uit. Ik zie alleen wel een beetje veel sneeuw. Dat moet denk ik een beetje weg. Ik bedoel, dat is allemaal ijs wat helemaal in stukjes is gegaan. Nou, dat is wel zo'n beetje weg, denk ik. Nu die spons, ja, die kunnen we hier een beetje leggen op het aanrecht of zo even eroverheen halen. Oh, en er zit daar een vies spinnenweb weer in de hoek. Hoezo komen hier zoveel spinnen altijd in deze hoek? Dit is niet normaal. Oh, dan ga ik dit ook helemaal weghalen. Dan zetten ze me alsnog aan het werk, terwijl ze me letterlijk dood willen hebben. Een tijdje terug heb ik namelijk iemand dus vermoord. Ja, dat klopt. En dat was niet het slimste wat ik kon doen. Maar daarom willen ze mij hier nu ook doden. En dan heb ik het over de bewakers, niet de gevangenen. In de tussentijd ben ik namelijk best wel bevriend geraakt met de gevangenen hier zo in de gevangenis. Nou ja, één gevangene. Op het begin hadden we namelijk nog best wel vaak ruzie als het ware. Maar het lijkt erop alsof dat allemaal wel is opgelost. Ik ga hem denk ik wel een beetje missen, al ben ik hier weg. Maar oké, wat moet ik hier allemaal op? Oh! Oh, weer die stinkaardappelen de hele tijd. Eeuw, godverdamme. Waarom rot al dat eten hier zo weg? Dat is niet normaal. Zit er daar nog verrot eten? Nee, hier. Ook weer. Hier ook nog een paar. Godverdamme. Het zijn er gewoon 11 in totaal. Oké, die leg ik gewoon lekker hier. Die spoel ik daar lekker door. Oh, maar dit is waarschijnlijk ook de laatste keer dat ik hier ben. Ik weet niet eens wanneer het morgen gaat gebeuren. Gaat het in de ochtend gebeuren dat ze me dood willen maken? Of in de avond gebeuren? Heb ik dus nog een ochtend of heb ik nog een avond? Ik weet het niet. Meneer, ik ben klaar. Ja, oké. Ziet er een beetje netjes uit. Ik hoop het maar. Je mag even kijken. Ook in de koelcel heb ik het opgeruimd. Ik heb hier alles met de spons Dat heb ik doorgespoeld. Eet eens even die aardappel op. Zo moet ik die opeten. Ik heb helemaal geen honger. Helemaal geen trek in een aardappel. Oh, hij was ook nog verrot volgens mij. Dat zei die andere gozer. Ik weet niet hoe die heet. Nee, ik heb alle verrotte aardappelen weggehaald. Goed zo. Dat was toch de bedoeling? Ja, dat was de bedoeling. Goed gedaan, kerel. Kom maar mee. Dankjewel, denk ik dan maar. Maar waar gaan we heen? Waar gaan we naartoe? We gaan hier naartoe. Oh nee, ik volg jou. Ja. Oh. Ja, volg mij maar. Ik kom mee. Moet ik naar mijn cel? Ja. Nee. Ja. Jij weet ook niet wat je wil, hè? Mag ik dan nog heel even in mijn bedje liggen, alsjeblieft? Ja. Of wil je hier rondlopen? Het is jouw laatste, een van je laatste dagen. Mag dus je mag ik het bepalen. Zelf kiezen? Ik wil nog heel eventjes met de gevangenen daar zo praten. Dan wil ik naar mijn bedje toe. Oké. Ik denk dat dit het toch bijna gaat worden. Ik weet niet hoe de dag van morgen gaat lopen, maar morgen is het afscheid of nu... Ik weet het niet, oké? Ik weet niet of ze me morgenochtend uit bed gaan halen en gelijk weg gaan halen of dat ik je dan niet meer zie. Ik weet het ook niet. Ik weet niet of je erbij mag staan. Ik weet niet of je erbij wil staan überhaupt. Ik snap het allemaal niet. Ja, ik wil wel bijstaan, maar ja, ik weet het ook niet. Ik heb hier geen zin in. Ik weet wel dat ik hier straks in mijn eentje zit. Ja. Hallo meneer 14. Hallo meneer de bewaker. Ja. Wat heb jij nou weer voor grote grijns op je smoel, hè? Ja, dit is de allerlaatste keer dat jij je cel gaat en dan morgen is de dag. Je moet niet grappig doen. Jij met je morgen is de dag inderdaad. Normaal doen. Die taser. Ik moet mijn bed in. Ja. Breng me naar mijn bed. Kom maar snel mee. Dit voelt niet goed. Neem je ook je bed in. Doei. Je laatste dagje levend. Fijne nacht nog. Jij niet. Iedereen geslapen. Slaap lekker tot morgen. Nou, slaap lekker. Natuurlijk ga ik niet lekker slapen. Oh, dan is het nu denk ik tijd om mijn bedje in te gaan. Maar of ik ga slapen, of ik in slaap ga vallen, dat weet ik nog niet. Alex? Dennis, ben jij dat? Alex, hoor je me? Dennis, ik hoor je door de muur. Alex, is het niet gelukt? Nee, die pickaxe die brok ineens. Ik kom hier niet meer weg. Ik heb van iedereen afscheid moeten nemen. Ze gaan me morgen vermoorden, Dennis. Ik weet niet hoe ik hieruit moet komen. Help me, alsjeblieft. Alex, luister. Luister. Wat je ook doet, er komt geen morgen. Je gaat niet dood, oké? Stap je naar achter, Alex, en doe je oren dicht. Dit gaat Wat bedoel je stap je naar achter, Dennis? Alex,
Doe ja. wat ik zeg, stap je naar achter, oren dicht. En daarna vervolgens, wanneer ik het zeg, komen, oké? Oké, ik denk het. Oké, snel, snel, snel. Oké, Dennis, ik heb oren dicht. Ik sta naar achter. Oké, okay, kom op. Twee. Eén. Dennis. Ik ben weg, Dennis. Kom op, wat gebeurt er? Wow. Alex. Ik kom eraan. Dennis. Oké, nee, er moet er nog één. Wow. Kom, Alex. Wat was dat? Dankjewel, Dennis. Alex, kom. We moeten rennen, de politie zit achter ons aan! Au! Hey, staan buiten! Dennis, er komt politie! De politie komt! Deze kant op! Alex, aan de kant! Oh nee, Dennis, dit gaat niet goed! Stil blijven! Staan blijven naar achter! Kom! Vaar voor me! Ik hou ze bezig! Doei, gevangenis! Tot nooit meer ziens! Oh nee, daar komen ze achter ons aan! Oh Dennis, waar moet ik heen? Ik ken Alex, de weg hier niet! Blijf me volgen, we moeten nog twee dingen doen! Ik ben met een busje alleen naartoe gebracht! Alex, gewoon dit water volgen! Volg mijn bootje, oké? We moeten nog belangrijke dingen doen! Luister Alex, het plan! We moeten het plan bespreken, oké? Meneer Eentjes zit nog in het nieuwe appartement. En meneer Kippie zit in het oude huisje. We moeten hem meenemen, oké? Ik wil meneer Kippie halen, Dennis. We moeten ze allebei meenemen. Ik heb ze zo erg gemist. Sowieso het buiten zijn heb ik zo erg gemist. Ik ben hier zo lang al niet geweest. Dat is niet normaal. Oh, Alex, ik ben helemaal in paniek. Ze volgen ons. Dat is één ding wat zeker is. Dus we moeten het snel doen. Ja, maar dit voelt ook zo gek om buiten te zijn. Oh, al die eentjes hier. Kom mee. Oké, kom mee, Dennis. Ik denk dat we het bootje tijdelijk even hier neer moeten zetten aan deze kant. Ik denk het ook. Wat is dit voor gebouw? Wat is dit blauwe gebouw, Dennis? Dit is een politiegebouw. Hier ben ik aangenomen. Deze kant op, Alex. Is er een politiegebouw hier? Oké, kom met je mee. Waar gaan we heen? Oh, het is helemaal dicht. Doe je politiepak uit. Mijn gevangenispak. Oh ja. Ja, doe uit. Dankjewel voor de tip, Dennis. Wat is er met de bank gebeurd? Maak je geen zorgen. Kom nou, we hebben geen tijd. We hebben geen tijd. Ik zie nog geen politie. Hallo, buurvrouw. Hallo, buurvrouw. Snel doorlopen. Hallo. Doei, buurvrouw. Doei. Heb je leuke konijntjes, buurvrouw? Wat leuk. Ik zou naar ze kijken. Eentje die probeert te ontsnappen. Wacht, ik weet het beter. Ik weet het beter. Dennis, de buurvrouw is zo verward over mij. Eén zak. Wat is hier gebeurd, Dennis? Ja, ik heb de boel verbouwd. Al het bewijs is weg. Pak de spullen die je nog nodig hebt. Pak de spullen die je wilt en kom weg. Wat is hier allemaal? Snel, schiet op. Oké, ik ga naar beneden. Dennis, heb jij een touwtje mee voor meneer Kippie? Ja, ik heb een touwtje bij me. Oké, ik kom eraan. Doei, buurvrouw. Tempo. Oh, het bootje staat aan deze kant. Oké, snel. Dennis, wat is er gebeurd met ons huis? Alex, ik heb alles moeten vernietigen. Alles is kapot. Ik heb alles gesloopt in het huis. Echt waar? Het bewijs moet weg. Er is geen bewijs meer. Dennis, wij hebben daar nooit gewoond. Oké, snel deze kant op. Ik laat je meneer Kippie zien. Oké, staat die nog bij het oude huisje? Ja, bij het oude huisje. En ik heb iets belangrijks wat je ook moet zien, Alex. Wat dan? Heel belangrijks. Dat zie je zo meteen wel. Eerst naar meneer Kippie. Wat is er hier allemaal gebeurd? Wat wil je eerst zien, meneer Kippie of het andere? Ik wil eerst meneer Kippie's eten geven. Die had ik nog bij me de hele tijd voor hem. Ik ben gewoon eindelijk weg uit de gevangenis. Alex, ik zei toch dat ik je ging redden. Ik zei het. Hier is meneer Kippie. Ik ben gewoon weer thuis. Meneer Kippie, hallo. Hij is hierboven, denk ik. Waar ben je? Hij is hier. Meneer Kippie, wat doe je hier nou weer? Hij is gewoon naar de zolder toe. Alsjeblieft, meneer Kippie. Wat heb ik jou gemist? Hier. Wat is dit? Oh, nog meer eten. Ik heb hem net al eten gegeven, Dennis. Dat was die ene die mij in de gevangenis had gegeven. Die had ik meegenomen. We hebben haast. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Iedereen zoekt ons momenteel. Heb je een touwtje voor mij? Voor meneer Kippie? Ja, hier heb je een touwtje. Dankjewel. Oké, ik ga alvast naar beneden. We moeten gaan. Kom. Oh nee, meneer Kippie. Ik wacht voor. Ik haal hem naar beneden.
Okay, oh, dit is zo lang geleden dat ik met meneer Kippie ben gaan lopen, Dennis. Ik moet dit klepje gewoon helemaal weg. Ik ga hier gewoon een gat graven. Oh, kom op, meneer Kippie. We hebben niet alle tijd. Kom eens. Ja, meneer Kippie, die is altijd zo langzaam. Als kom ik nou, moet meneer slapen, Kippie. Moet je het zeggen. We komen hier toch niet meer. Oké, wat? We hebben hier geen tijd voor. Ik leg het je later uit. We komen hier toch nooit meer. Meneer Kippie, kom nou. Oké, ik heb hem, Alex. ik heb hem. Alex, waar kan ik hem even vast zo, is ergens. Hier een hekje? Ja, hier is een hekje. Ja, wat is er dan, Dennis? Kom nou maar mee, kom nou maar mee. Ik heb iets voor je. Wat is hier je huisje dan? Hier, dit moet ik je geven. Oh nee, ik moet je niks geven. Kom maar mee. Kom hier naar beneden. Gaan we naar jouw geheime kelder? Ja, hier als eerste. Ja. Kijk wie hier zit. Wat? Weet je wie dit is? Meneer de boze beveiliger! Jij kent hem, hè? Ik zei toch dat ik hem vrij ging halen? Nummer 14? Wat doe jij hier nou weer? Nee, hallo, niks. Nummer 14. Ik wou net zeggen, mijn naam is Alex. Wat is mijn naam? Ja, wat is zijn naam? Wat is mijn naam? Hè? Dat dacht ik. Indo. Alex. Oh, dit vind ik zo leuk, Dennis. Alex, ja. We noemen hem nu gewoon nummer 14. Jij bent nummer 14 en dit is hallo, Alex. Hallo, nummer 14. Jij bent nummer 14. Maar Alex, we hebben hier geen tijd voor, oké? Okay? Pak de buit. Pak de buit. De code is 1234 in deze kluis. Pak wat je mee wil nemen. De camera is er niet nodig. Ik heb Dennis, alles nog. Ik pak alles. Ik pak mijn oude zwaardje terug. Oké, okay, pak de tasjes. Ik pak het geld. Pak je wapen. Wat hebben we nog meer pak nodig? Een masker. Een masker. Hebben we een masker? Heb jij de maskers? Ik heb de maskers. Maar laten we het pistool liggen. Nemen we die mee? Wat wil je ermee doen? Nee, we laten hem liggen. Oké, okay, laten hem liggen. Zo, de explosieven die ik over heb met deze heb ik allemaal niet nodig. Dit kan allemaal weer terug. Dit kan terug. Alex, er is nog één ding wat ik moet doen. Wat dan? En jij blijft hier. Jij houdt de knop bezig. Dit is voor Zoomy. En dit is voor jou, oké? Okay? Oké, wat ga je doen, Dennis? Voor Zoomy, voor mij, wat ga je doen? Nee, oh, nee. Oh, dit is voor Zoomy! Dennis! En voor mijn beste vriend, Alex! Wat ga je doen? Ik dump het wapen, oké. Okay, goed zo, Dennis, goed zo, we moeten hier weg. We moeten hier nu weg. Pak meneer Kippie. Ik pak hem, ik neem hem mee. Hou jij meneer Eentje erbij? Ja, ik heb meneer Eentje bij me. Even kijken, meneer Eentje zit hier. Oké, we moeten nu meteen gaan, deze kant op. Kom maar, meneer Eentje! En meneer Kippie, we gaan! Oké, deze kant op. Wacht, hij moet in de boot. Meneer Kippie, meneer kom Kippie, mee. Kom, daar is hier geen tijd voor. We hebben hier geen tijd voor, meneer Kippie. Ik ga straks je eten. Oké, okay, go, Alex. Go, Dennis. Kom, we gaan hier heel ver vandaan. Dennis? Ja, Alex? Die buurvrouw was zo verward net. Hoorde je dat? Ik weet het. Ze was helemaal in paniek. Ja. Ze dacht, Alex, wat doet die hier? Ze was namelijk laatst ook bij de rechtszaak. Ik had haar daar gezien. Ik had haar toen ook gezien daar. Ik had toen nog een beetje met haar gepraat en zo. Alex, laten we hier maar het bootje neerzetten, denk ik. Dennis? En lopend te pad gaan. Dennis? Ja? Ik hoor wat. Wat hoor je? Ik hoor ook wat. Het is een vliegtuig, volgens mij. Ik hoor ook een vliegtuig. Zal er een vliegveld hier in de buurt zitten? Wat? Meneer Kippie, je moet nu mee. Kom. Oké. Alex, we moeten gaan, oké? Ik ben blij en ik zei het je. Ik heb je geholpen te ontsnappen. Dank en nu je moeten wel, we hier Dennis. Heel ver vandaan, Alex. Maar laten we dat vliegveld gaan zoeken. We moeten dat vliegveld nu zoeken. Kom, meneer Kippie. Kom, meneer Kippie. We moeten hier naar achter, meneer Kippie. Kom. Deze kant op, snel. Ik kom al, Dennis. Waar ben je? Ik ben hier. Ik ben met meneer Kippie naar boven aan het lopen. Ik ben er. Oké, kom, we gaan. Het is gewoon gelukt om uit de gevangenis te komen. Dankjewel, Dennis. Klik op een van de twee video's die hier naast mij kunnen zien staan, want die moet je echt gezien hebben. Alleen is er één dingetje, ze verdwijnen namelijk bijna. Namelijk in 3, 2, 1.